daar zijn we weer. Ik controleer nog eventjes alvast mijn spoeltje. En misschien moet je dat thuis ook nog wel doen. Eventjes snel je spoeltje opwinden. Nou, ik heb er hier al een klaar liggen. Dus dat scheelt. En dat is ook een tip. De eerste alweer van vanavond. Namelijk, probeer altijd, als je weet, nou ik gebruik vaak zwart garen. Dan kun je natuurlijk heel makkelijk wat extra spoeltjes opwinden. En zo zit je natuurlijk veel minder vaak zonder garens. Nou, voor als jullie jezelf afvragen wie filmt er vandaag. Nou, onze oude vertrouwde Sanne. Dus er zal minder gelachen worden en harder gewerkt. Nou, ja. En Sanne kent jullie natuurlijk allemaal een beetje. Annelies kende niemand. Mm. Dus, nou ja, she's back. We zijn nog steeds bezig met het alternatief voor de camera. Namelijk de hele stellage. Zodat jullie heel makkelijk van bovenaf ook iets kunnen zien. Maar dat wordt allemaal geregeld. Dus binnen de kortste keren zien jullie, nou ja, hebben we een heel nieuwe manier van filmen. We gaan natuurlijk deze broek naaien vandaag. En ik had al verteld, het is een ideale broek niet alleen om gewoon lekker mee rond te lopen overdag. Maar je kunt hem ook heel in een nette stof maken, waardoor je hem ook voor een leuk feestje aan kunt. Misschien wil je hem wel in het linnen, waardoor hij een stuk zomerse look krijgt. En nou ja, je kan hem eigenlijk van elk stofje maken wat je wil. En dat is eigenlijk dan ook gelijk het leukste aan deze broek. Als het goed is, hebben jullie 2 voorpanden, 2 achterpanden, 4 zakdelen. 4 steekzak, zeg maar, zakken. Dus voor bij de normale zakken. En we hebben natuurlijk ook 1 kontzak. Dat heb je als het goed is 1 keer uit de stof. En we hebben een tailleband. En die hebben we ook 1 keer uit de stof. Want die klappen we namelijk dubbel. Hebben we genoeg mensen aan boord om te beginnen? En wat is genoeg? Ja, weet ik niet. Er zijn nu 160 kijkers ongeveer. Oh. Ik moet wel zeggen dat we aan het dalen zijn. Toch met de kijkers af en toe een beetje. Ja. Misschien zitten er nog mensen in de vakantiesfeer. Maar ja, voordat je het weet zijn ze allemaal weer terug. En natuurlijk, ik snap ook heel goed dat mensen denken, die hele woensdagavond live, ik maak hem wel lekker op mijn dode gemak op een donderdag bijvoorbeeld. Dat is helemaal geen enkel probleem. En juist het makkelijke van dit. Nou, we beginnen gewoon. En mochten er vragen zijn, Sanne gaat jullie misschien zelf wel al het antwoord geven. En we gaan gewoon van start. Ik begin vandaag op mijn eigen manier. Ik heb deze broek afgelopen 2 weken al 3 keer gemaakt. Dus ik weet niet of het exact dezelfde werkwijze is als de handleiding, gebruiksaanwijzing, werkbeschrijving. Maar het verstevigen hebben we dus al gehad. Nee, ik begin gewoon met de kontzak. En wil jij nog heel even het modelletje laten zien? Oh, ja, ik heb alleen dit eigenlijk. Nu. We hebben geen foto uit de knip of zo. Nee, want dat is een ouder model. Oh. Nee, en die ik hier had, heb ik ook al opgestuurd. Nou, dan wordt het 2 uurtjes wachten. Oh, dat is, nee, je moet het gewoon gaan maken. Het is heel leuk. Ja, volgens mij stond er een vergelijkbaar model in de laatste clip. En die is even kwijt. Ik denk dat die... Maar ik heb het alleen maar gelezen. Hè. Sanne gaat ondertussen blaren. Als ik iets heb wat erop lijkt, dan geef ik een geel. Ondertussen gaan we verder. Want wat we moeten doen is in dit geval eventjes bij de zak beginnen. Je ziet dat er een beleglijn op staat. De vouwlijn staat er ook op. En wat ik heb gedaan is, ik heb die naad daar een klein knipje al gegeven. Gewoon op een klein knipje op de vouwlijn / beleglijn. Kunnen ze wel zien, hè, vanaf daar of niet? Kun je dat zien? Ja. Ik wil even omhoog houden. Ik zal eens even ondertussen voor jullie aan bladeren. Die lijn. Een klein knipje aan beide kanten, want wat we vervolgens gaan doen... Moet ik even spieken, want ik vouw hem altijd gewoon dubbel stiekem door.
En dan vouw ik hem bij het opstikken zo nog langs. Maar nu zag ik dus laatst ook in werkbeschrijving waarbij we hem eigenlijk gewoon omslaan. En dan vervolgens het zo om het hoekje keren, zeg maar. Zodat dit heel mooi afgewerkt is aan de bovenkant. En dat we hem zo opstikken. Dus laten we dat vandaag gaan doen. Dan is dus stap 1 de goede kant op de goede kant spelden. Dus je spelt op de beleglijn. En wat ga je nu precies stikken? We gaan hem nu niet eerst doorstikken. Dus we stikken hem niet eerst hier, maar we gaan de kantjes stikken. En pas als we die hebben gestikt, draaien we hem om. En stikken we die beleglijn slash, of ja, die lijn, stikken we door. Kijk goed eventjes wat de verkeerde kant van je stof is. En wat de goede kant van je stof is. Kun jij hem vinden, Sanne? Nee? Ja, iemand zei dat er iets in stond dat erop leek. Nee. Oh, nou, dan is iets anders. Het zijn echt van die, tenminste, vuljurkjes. Chino broekjes. Oh, nee. Dat is niet nee, dat is jog, toch? Ja, jog. Joggingbroekje. Ja. Nee, ja. Nou ja, fijn uit. Wat ik dus nu heb gedaan is, ik heb de goede kanten van de stof op elkaar gespeld. Je zussen zijn aanwezig. Oh echt? Foekje, Foekje. Ik vind dat zo leuk hè. Ze heb ik altijd, hoi Foekje, hoi Foekje. Nou, hoi Foekje, Foekje. We gaan dus zo, dit heb ik gespeld. En dit zijn de goede kanten die jullie nu zien. Ja, behalve dan dit, het is de foute kant. Maar de goede kanten liggen op elkaar. Wat je vervolgens gaat stikken is waar ik mijn speldjes heb gestikt. Dus de zijnaan. En je stikt dan ook echt alleen maar... dat stukje vast. Dat moet ik niet vaak. En hoe adviseer je over het lokken? Eerst aflokken normaal gesproken? Ja. Ja, in dit geval wel. Je kunt ook tussendoor lokken. Maar ik zou hem... als je de tijd hebt, eerst aflokken. En bij een broek eigenlijk sowieso. Ja, want bij een broek zou ik dat ook doen. Ik moet even nadenken. Ja. Ja, bij een top kun je wel heel vaak de naden samen aflokken. Maar bij een broek is het niet altijd het geval. Ik vind het bijvoorbeeld ook gewoon mooier als de kruisnaad niet samen is afgelokt. Oh, kijk, hier zit al in. Oh, ik heb mama's graag. Dat zal ze wel niet leuk vinden. Dan mag ik niet in de speldjes knippen. Dat is 1. En dan gaan we nummer 2. De andere kant. Bam. En ik knip nu gelijk even de draadjes af. Zo. En wat ik nu ga doen, ik kijk even op de schrijfijzerbandjes. Zo meteen. Ik ga nu dit omflappen. Dus ik flap de naad naar binnen. En waarom ik dit nu doe, voordat ik het hoekje afknip, is omdat het soms gewoon net zo mooi is wanneer je het hoekje laat zitten. Dan kan het wel eens gewoon mooi strak geheel zijn. En bij mij is het in dit geval ook gewoon mooi als het hoekje blijft zitten. Dus ik ga ook niks afknippen als het er gewoon mooi uitziet. Waar heb ik het strijkblad af? Dus ik pak mijn strijkijzer. Oeh, dat was wel kritisch, Sanne. Daar denken we bijna. En. Wat is het? Doe eens iets. Dat is beter met de nieuwe telefoon. Wat dan? Scherper. Oh, echt? We hebben ook nieuwe internet, hè? Kijk, en wat ik nu dus doe, is ik ga het netjes strijken. Dus hop, dat hoekje. En dan zie je ook, oh, ik heb precies op 1 centimeter naad gestikt. En wat ik dan gelijk doe, is ik ga die hele zijnaad, van dat zakje, naar binnen strijken. Nu betwijfel ik of de stof ook precies wil doen wat ik zeg, want hij is nogal wat, nou ja,
best wel wat spul in wat eigenlijk helemaal niet zo lekker strijkt, zo te zien. En dan doen we dat ook met de andere kant. En ook daar strijken we het op 1 centimeter verder. Waarom ik dit nu eigenlijk als eerst doe, is omdat ik het heel fijn vind om alle panden als eerst af te werken in zijn geheel. Wat ik doe is, ik geef nu dat stukje naad, geef ik even een speldje, zodat ik zeker weet dat hij de goede kant op blijft liggen. En dit doe ik natuurlijk ook bij de tegenovergestelde naad. Want we moeten hier ook nog ergens naar binnen gaan. En dit is natuurlijk ook weer een kwestie van heel nauwkeurig werken. Want je wil natuurlijk wel dat dat puntje wel exact weer op de goede plek zit. Dus dat het niet een beetje anders wordt. Okay. Zodat je ook hier weer exact 1 centimeter naad hebt. Okay. In mijn geval, nou, zie je het dus een beetje alle kanten opgaan. Het stofje naar de rand. Een trucje kan zijn om het af te laten koelen. Terwijl je eigenlijk als het ware het ingedrukt houdt. Dus dat je het zo af laat koelen. Want op het moment dat je dit doet en het wordt weer koud, dan blijft het in zijn vorm zitten. Dat is 1. En nu ga ik het laatste hoekje. En dit is eigenlijk allemaal gewoon een kwestie van heel nauwkeurig werken. Mocht je het nu fijner vinden om toch nog even van tevoren te rijgen. Of dat je zegt van precies op mijn rijgdraad alles omstrijk. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoop dat ik het netjes heb gedaan. Want vaak zie je het pas echt goed als je het helemaal weer omdraait. Die heeft goed vast. Nou, ik heb nu dus alles gestreken. Dus wat ik nu ga doen, is ik heb natuurlijk net alles aan de verkeerde kant een speldje gegeven. En nu ga ik het speldje eventjes. De volgende stap is dan ook om het op de goede plek op jouw achterpan te spelden. En heb je nou 2 zakken, dan moet je dit natuurlijk gewoon 2 keer doen. Is goed. We zien dus op het achterkant waar de zak moet komen. Dit is een maatje 38. Dus ik controleer even of ik de goede lijn heb. En zoals je ziet, zou je er zo op moeten komen te liggen. Nou, we hebben natuurlijk eerst heel veel andere knipjes die we van tevoren moeten zetten. Dus dat gaan we dan ook eerst doen. Heel belangrijk zijn de knipjes bij de zakingang. Zorg dat je het juiste knipje pakt. Dus bij de zakingang, de knie. Ik zet een knipje waarbij mijn naad begint. Dus mijn zoom. Dan een knipje aan de andere kant waar mijn zoom begint, bij de knie. En ik heb hier nog een knipje bij midden achter. Okay. En wanneer ik dit gedaan heb, kan ik dus mijn spelden er langzaamaan uitzetten. Nou, wat ik al had verteld is waar die moet komen te zitten natuurlijk, de zak. En zoals je kunt zien op het plaatje. Oh, dat zie je eigenlijk dus niet goed op het plaatje. Maar is het dus op je linkerbil, zeg ik dat goed? Nee, rechterbil. Grapje, je rechterbil. Dus kijk even goed naar je stof, wat het is, welke kant. Maar tot die tijd wil ik dus, net zoals wat ik wel eens voor heb gedaan met de figuurnaden, wil ik met het speldje gaan aangeven waar het begin van de zak is. Dus ik druk mijn speldje door het hoekje van de zak.
En in dit, normaal zeg ik altijd, gebruik graag een kopspeld. Maar voor dit, wat ik nu aan het doen ben, gebruik ik graag een speld zonder kop. Want ik ga het namelijk door mijn patroon heen halen. Dus op het moment dat ik mijn patroon eraf trek, zorg ik dat ik het speldje aan de achterkant vast heb. En dan kun je heel makkelijk zo je patroon van afhalen. En dan heb je eigenlijk zo goed als geen schade aan je patroon. Nou, we hadden het dus over de rechterbroekspijp, rechterbil. Nu is het dus zo dat mijn rechterbil ook al dit pand is. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Maar mocht je nu twee zakken willen, dan kun je nu dus heel makkelijk ook een speldje vanaf de achterkant weer doorheen steken. Kopspeldje. En wat als je nou twee kopspelden pakt, is dat dan hoe je het nu doet ook? Ja, kan. Maar dan kun je, is het moeilijker. Het is helemaal prima, maar het is veel moeilijker om dan je patroon er helemaal heel hard vanaf te krijgen. Want er is natuurlijk een groot verschil tussen zo'n kopje en zo'n rond kopje. Dus het is gewoon dat je het gat in je patroon groter wordt eigenlijk. Ja, of je trekt je patronen pas af als je de andere kant terug hebt gespeeld, natuurlijk. Ja, dat kan ook. Maar ja, wij zijn toch veel te ongeduldig daarvoor. En jij. Oké, de puntjes zijn aangegeven. Aan beide kanten, net zoals wat ik altijd bij de figuur na toe. En ik weet eigenlijk niet waarom ik dit altijd doe, maar ik vind het gewoon heel fijn om op deze manier te werken. En ik vind het ook fijn om het even allemaal voor me te zien. Ik heb nu dus die speldjes erin. Dus dan leg ik het even voor me op de manier zoals het straks ook om mij heen zou zitten. Waar is dit nou? Oh, ja. En je controleert dus nu nogmaals, zit jouw, heb je nu de goede kant voor je? Dat is ook heel belangrijk. Ik zie dus nu die speldjes. De kopjes. En ik heb natuurlijk mijn puntjes. Zie je die speldjes niet? Wieso? Nee, ik ben daar gewoon aan het denken. Oh. Is dat nou één helft? Dit is één helft. Dit is je linkerachterkant. Niet de voor- of de achterkant, zeg maar. Nee. Het is de helft. Het is één achterbeen. Dus ik heb nu mijn zakje. Heb ik heel netjes dat omgestreken. En jullie ook. En die leg ik dus met de puntjes op de speldjes. En nu zo. Oh ja, wacht. Oh ja, we moeten nog even kiezen. We moeten dit nog doorstikken. Maakt niet uit. We doen even pauze. Sorry. Ik ben helemaal vergeten. Ik zal het houden horen. Je kunt dus kiezen om je zak niet door te stikken. Of wel door te stikken. Maar hij lag er eigenlijk zo mooi bij. Dat je wanneer je hem opstikt, kun je hem ook zo mooi laten. Zonder stiksel eigenlijk. Hadden mensen me niet gezegd van gaan we de zak nog doorstikken? Nee, nog niet. Nou, best een volg. Oké, dus hou dit even, laat het liggen waar het ligt. We stikken even de beleglijn door. Ik vind het eigenlijk ook wel heel mooi zonder stiksel. Zal ik hem zonder maken? Want ik wil eigenlijk zelf ook aan mee op vakantie nemen. Ja, dan moet je doen waar je het zelf het mooiste vindt. Ik maak hem zonder, want ik vind dat het mooist. Kijk, maar ja, dit zit er gewoon netjes uit. Oké, jullie mogen hem doorstikken. Maar ik maak hem zonder, want ik vind het heel mooi namelijk als er helemaal geen stiksel zichtbaar is. In de hele broek niet. Ja, die hebben we trouwens sowieso wel nu. Maar, oké, dat. Oké, als jullie hem door hebben gestikt, is het goed. Hebben jullie hem niet doorgestikt, net zoals ik, ook gewoon mooi blind, is het ook goed. We hebben geen naadband gebruikt, hè? Nee, dat hebben we niet gedaan. Dat wilde ik eigenlijk wel doen, maar toen keek ik nog een keer. En dat was eigenlijk niet nodig. Maar op de zak? Vraagt Foekje. Oh nee, heb ik niet gedaan. Nee. Maar is dat ook weer afhankelijk van de stof? Ja. Ja, ik denk het wel. Dit zit gewoon heel erg goed. En ik vraag me af, stond er wel naadband? Nee, stond geen naadband. Je kunt kiezen om naadband te gebruiken. Ik denk dat het bij deze zak in het algemeen niet heel erg nodig is. Nee, misschien vind je het fijn om zoiets aan te geven op je pand. Dat kan natuurlijk.
Maar het is eigenlijk niet nodig. Oké, nou ik heb dus dit, mijn patroon. Even kijken of het, ja, het is eigenlijk gewoon zo goed als zeker dat het goed gegaan is. Maar ik wil het graag nog even controleren met het patroon erop. Ik leg even op. Even naar beneden. En ik knip gewoon heel vaak met natoeslag. En ook hier zie je dat weer. Op het moment dat je met natoeslag knipt die je er al aan hebt getekend. Dan weet je gewoon dus zeker dat het helemaal goed zit. Want die kun je gewoon langs de rand van je patroon leggen. Dan vouw ik hem even om. En dan kijk ik of het recht zit. Het zit een klein beetje meer naar links. En de zak ligt op de goede kant? Ja, de zak ligt nu op de goede kant. Ja, nee, dat vergeet ik niet meer. Vervolgens moet je altijd even nadenken over welke richting je op gaat stikken. Want nou ja, je wil natuurlijk wel langs de goede kant je speld uit de stop trekken. Nu zit ik zelf ook even na te denken, hoe ga ik hem zo meteen stikken? Ja. Het maakt eigenlijk ook niet uit aan welke kant de zak zit, toch? Of wel? Nee, maakt helemaal niet uit. Ik denk dat hij ook vaak rechts zit, op de rechterbeelnaad, omdat veel mensen rechtshandig zijn en dan kun je nog echt iets in je zak stoppen. Dus ben je nou linkshandig, dan snap ik heel erg goed dat je die zak aan de andere kant doet. Nou, en eigenlijk vind ik het nu heel fijn dat we die speldjes natuurlijk al doorheen hebben gespeld, gestoken net. Want daardoor hoef ik nu, kan ik gewoon de zakken plat opleggen. En dit moet je dus ook altijd plat op een tafel doen, want ja, anders gaat het natuurlijk mis. Kijk, hier heb ik die speld er nog in zitten. Want op het moment dat je dit plat doet, dan weet je zeker dat je ook geen rare bobbeltjes krijgt tijdens het spelden. En kreeg net ook nog een tip van Marijke. Ja. Die zei dat je ook leuke clips hebt in plaats van spelden tegenwoordig. Waarmee je eventueel zulke, ja, hoe is het, zakken of wat je dan ook op de broek, clips, wat dan ook doet. Clips. Ja, oh, in plaats van spelden. Ja? Ja, je hebt ook clipjes. Ik heb die nu hier niet liggen. Maar ik heb vandaag wel een brand gehad, inderdaad. Die werken ook heel makkelijk en het fijne aan zo'n clipje is natuurlijk je, nou ja, er kan ook niet echt iets gebeuren met je stof. Want je kan niet met zo'n scherpe speld, oh kijk, dit kon dan niet wat ik net deed, kun je ook niet je stof beschadigen op het moment dat je gewoon zo'n clipje hebt. Nou, hij zit erop gespeld. Ik ga nu doorstikken. Wat ik voor mezelf ga doen is, ik ga ook een mooi vormpje erin stikken in het hoekje. Dat moet je natuurlijk zelf weten. Maar omdat ik dat vormpje ga stikken, wil ik natuurlijk ook iets gelijks doen. Dus ik ga het jullie even laten zien. Wat ik doe is, ik wil het vormpje eigenlijk 2,5 centimeter vanaf, wil ik eigenlijk een driehoekje gaan maken. Dus wil ik eigenlijk gewoon zo schuin naar binnen. En dit geef ik dus allemaal aan met speldjes. Voordat ik ga stikken, want tijdens dat ik ga stikken, moet dat allemaal gesetteld zijn. Want je wil natuurlijk zowel links als rechts hetzelfde figuurtje erin stikken. Dus ook hier aan de linkerkant. Dat mooi vindt. Wat zei ik? 2 of zo? 2,5? 2,5 daarboven. Kijk, en hoe ik dit nou even speld. Nou, dat moet ik natuurlijk zelf weten. Dus wat ik ga doen nu. Ik zet mijn voet weg. Ik begin op een millimeter van de kant. Die speld kan dan weer uit. En ik ga dus naar de punt stikken. Van die speld die ik net heb ingestoken. Laat mijn voet erin slaan of mijn naald.
Ik ga vervolgens een millimeter van de kant weer doorstikken. En dan kom ik op een gegeven moment bij dat hoekje. Dan draai ik mijn stof weer en laat ik mijn naald in de stof staan. Mijn stukje garen van het begin laat ik naar rechts vallen. En ik ga vervolgens de zak gewoon op plat opstikken. Probeer zo smal op de kant, maar het liefst ook wel natuurlijk dat het er allemaal heel mooi uitziet. Ik doe mijn best. Ik hoop dat het lukt. Ik heb ook bewust nu een zwart garen gebruikt, zodat jullie ook een beetje kunnen zien wat ik aan het doen ben. Denk mij wel een goed plan. En zometeen, dus nu, kom je bij de hoekjes. En dat is de bedoeling dat je heel langzaam aan naait. Ik heb nog één stiksel. En dan laat ik mijn naald erin staan. En op het moment dat je heel erg nieuw bent met een naaimachine, kun je natuurlijk heel makkelijk hiervoor je handwiel gebruiken. Die zit rechts van je machine. Kun je dat doen zonder dat het lelijk uitziet? Kijk, dit is je handwiel. En daar kun je heel rustig aan draaien. Om die steek heel langzaam te zetten. En ik gebruik hem ook nog heel vaak. Gewoon puur omdat je dan extra veel controle hebt over wat je machine doet. Ik kom nu weer bij een nieuw hoekje. Dus ook nu kun je weer dat handwiel gebruiken. Of gewoon heel rustig aan. Nu zie ik kan nog één steekje zetten. Omhoog. Draai je weer een kwartslag. En je stikt verder. Je kunt alvast je strijkijzer even warm maken. Want we gaan natuurlijk hier zo meteen weer gelijk met een strijkje overheen. Je ziet nu ook weer dat ik heel langzaam, kijk, nu is mijn naald omhoog, maar ik durf eigenlijk niet meer het gaspedaal in te drukken. Dus ik zet hem even met mijn handwiel vast. En vervolgens het laatste stukje. En wat je nu ook waarschijnlijk opvalt, is dat juist doordat we dat zijkantje al eerder hadden afgewerkt, dat het toch wel heel makkelijk stikken is. En zeker het begin. Want normaal heb je natuurlijk altijd dat hoekje waar je mee zit te rommelen. Of dat allemaal wel netjes aan de binnenkant is gestopt. En dat heb je nu dus al niet. Eerst naar het einde. Oh nee, die speld net uitgetrokken. Dat is nu hartstikke dom. Automatisch. Ik zit in het einde. Doe mijn voet omhoog. We gingen een centimeter rechtdoor, hadden we afgesproken. Zo. En dan gaan we naar 2,5 centimeter van de rand af. Dat is daar. Draai een rondje. Nou, ik zie nu, ik kan nog wel een steek. En deze doe ik dan weer met mijn handwiel. Zo. Die zit. En nu ga ik dus terug naar het begin van die 2,5 centimeter. En die hecht ik dan gelijk netjes af. En ik trek hem onder mijn machine uit. Zo zie je ook aan de achterkant dat hij heel netjes verdeeld is. En wat ik net al zei, je geeft hem vervolgens een klein strijkje. Wat weer mijn ding. Oh. Ik zit hier weer eventjes op mijn kleine strijkpuntje. Ik knip gelijk alle draden af, want dat werkt wel net zo fijn. Dat is de pijp. Dus nu, op het moment dat je één zak hebt, net als ik, ben je eigenlijk al klaar met je achterpijp. Met achterbeenpanden, achterpanden, kan ik gewoon zeggen eigenlijk. Die strijk.
geven. En wat ik net al zei, op het moment dat je hem indrukt, dan is het natuurlijk ook deels afhankelijk van de stof. Maar als ik hem zo doe en ik druk hem even plat en ik laat hem afkoelen eigenlijk in een platte positie, dan is het gelijk een stuk beter gestreken. De achterpanden hebben we dus nu gedaan. In ieder geval de zakken, de kontzak. En wat we nu gaan doen zijn de andere zakken. We hebben ze al een keer gedaan tijdens het rokje, een van de eerste lessen. Maar we gaan ze nu nog een keer doen. We beginnen dus eventjes om het voorpand alle knipjes weer bij te zetten. Marion vraagt zich af of je niet beter iets tussen de broek en de zak kunt doen, zeg maar, als je ze gaat strijken. De broek en de zak. Ja, dat je niet gewoon in één keer zo strijkt, maar dat je er iets tussen legt. Oh, tussen de zak. Ja, dat kan. Is dat ook weer afhankelijk van de stof misschien? Ja, het is afhankelijk. En je kan een veeg krijgen in, kijk, een afdruk of iets. Je kunt er inderdaad iets tussen leggen. Maar het is ook wel weer afhankelijk van wat je zelf gewend bent, wat je het fijnst vindt. Maar het is wel heel slim, eigenlijk een hele slimme tip. Wat voor stof gebruik jij nu? Ja, ik dacht dus eigenlijk dat ik het wist. Maar het is een katoentje. Of in ieder geval, het lijkt op een katoen met heel veel elastaan. Oh, kun je dat zien daar op dat plastic kaartje? Je ziet dat misschien wel, waar dat staat. Polyester, viscose en elastaan zit erin. Ja, dat is meer polyester. Ja, het meeste polyester. Het lijkt eigenlijk op afstand op een katoentje. Maar het is absoluut geen katoen. Want dat dacht ik dus eerst. Dat hij heel erg ging rafelen met de katoen en weet ik veel wat. Maar omdat er zit ook best wel wat elastaan in. En daardoor rafelt hij eigenlijk zo goed als niet. Ik heb net mijn elastiek laten vallen. Maar dan moet je even onthouden voor als ik hem straks zoek. Die ligt daar op de grond. Dat heb ik niet nu nodig, maar dan pak ik hem als ik hem wel nodig heb. Een witte, zwarte of? Die witte. Dat ligt van alles. Oké, nou. Even aan de kant. Ik probeer weer een beetje ruimte te maken. We hebben alle knipjes gezet. En natuurlijk het belangrijkste bij dit hele verhaal van de knipjes zijn de knipjes van de zakingang. Die kan ik weer op de grond. Wat ik nu ga doen is, ik ga de goede kanten naar mij toe laten kijken. En waarom doe ik dit? Soms is het altijd heel erg goed om hardop na te denken. Nou, ik doe niks anders op woensdagavond met jullie hardop nadenken natuurlijk. Maar het is ook fijn om even te begrijpen wat je moet zien. We hebben hier onze zakken en we hebben onze knipjes hier ook heel mooi gezet over waar we de zakken überhaupt gaan wegzetten. We weten dus dat we aan beide kanten twee zakdelen moeten hebben. Dus het is de bedoeling dat dan ook de goede kant van de zakken zichtbaar is wanneer we met onze hand in de zakken. Dus hij moet niet met de goede kant boven in dit geval. Maar wat je wil is dat hij uiteindelijk met de goede kanten naar binnen zit. Dus dat is het eerste wat ik doe. Ik weet, de goede kanten moeten naar elkaar toe. Wat ik dan ga doen, is eventjes kijken waar zitten mijn knipjes. En ik ga nog helemaal niks stikken, maar dit is puur om te begrijpen hoe je een zak stikt. En dit doe ik dus aan beide kanten. Ook aan de andere kant leg ik de goede kanten van de lapjes stof op elkaar. En leg ik hem weg bij de zakingang. Nou, dat is de eerste stap. De volgende stap is dat we weten dat die zak dus onder het voorpand moet. Dus dit is stap 1, die laat ik even liggen. Stap 2 is dat we weten dat deze zak niet zo komt te zitten uiteindelijk, maar natuurlijk tegen de binnenkant van je been. Dus hij komt eronder. Ja, kijk je echt, het is heel duidelijk eigenlijk zo, een stappenplan. We willen één zak aan het voorpand en we willen één zak aan het achterpand. Dus,
ik haal de onderste zak. Haal ik eventjes weg. Die leg ik even daar weg. We weten dus dat uiteindelijk de zak zo moet komen te zitten. Wat je dus doet, is je klapt hem om en je legt de goede kanten van de stof op elkaar. Vervolgens weten we ook dat we dus niet de hele zakingang moeten stikken, maar dat we 1 centimeter van de kant af moeten stikken. Dus zowel aan de onderkant als aan deze kant, die kant, moeten we er 1 centimeter vanaf zitten. Nou, een tip hiervoor om dit exact te doen is eventjes een meetlintje te pakken en gewoon even te kijken wat is exact 1 centimeter van het randje. Pak ik weer mijn kopspelden of wat voor spelden je ook hebt en zet je hem daar op 1 centimeter van beide kanten, prik je hem er doorheen. Dan krijg je dit. Onze knipjes hebben we op ons broekband gezet. En wat nu de bedoeling is, is dat je precies die spelden op die knipjes zet. En als je goed kijkt en goed hebt geknipt, dan zou dat, ook als het goed is, exact moeten kloppen. Dus wat je dan doet, is je hebt de bovenste eigenlijk al gespeld. Nou, en dan weet je ook gelijk het beginpunt en het eindpunt waarvan je moet stikken. Want je stikt dus niet de gehele naad, maar je stikt vanaf de eerste speld naar de tweede speld. Nou, dat hele proces herhaal je dus bij de andere broekspijp. Dus je spelt de goede kanten van de zak op elkaar. Je zoekt het knipje op. 1 centimeter vanaf de zijnaad van het band bij het knipje zet je dus vervolgens je speld erin. Dit doe je ook aan de bovenkant, 1 centimeter van het knipje. Zoals ik al zei, als het goed is, zou dit exact moeten kloppen. En anders kun je altijd beter met de zak. De zak meer ruimte aan de bovenkant of de onderkant geven dan de zijnaad. Zo. Nu hebben we dus de zak op de voorpanden gespeld. Wat ik nu ook gelijk ga doen, is de zak op de achterpanden spelden. Dus dit hele principe ga ik eigenlijk herhalen, maar dan voor de achterpanden. Want het is natuurlijk fijner om heel die riedel in 1 keer te stikken in plaats van in 2 keer. We hebben natuurlijk die knipjes al gezet. Dus wat we nu gaan doen is we gaan net als bij het voorpand gaan we de achterpanden naast elkaar leggen. En belangrijk om te onthouden is dat je zak dus altijd naar de voorkant van je broek gaat. Dus net leggen we hem natuurlijk eronder. Maar wat we nu dus weten, is dat we in dit geval hem naar buiten moeten laten kijken. Dus dit is eigenlijk wat we willen. We willen dat hij uiteindelijk zo komt te zitten. Want dit gaat natuurlijk rond, dit is je zijnaad. En die zak die flapt daar naar voren, want die andere die komt er nog op. Dus wat je doet, is je laat de goede kanten even zo tegen elkaar aan staan. En dat doe je dus ook met de andere kant. En nu is het een beetje een... En als je het altijd op deze manier doet en altijd hardop een beetje meedenkt, dan zou er eigenlijk bijna niks fout kunnen gaan. Zou je zeggen. Maar dat weet je niet. Dus we zijn allemaal mensen en kunnen allemaal fouten maken. Ik zet nu dus weer een speldje in die hoekjes. Zo. En eigenlijk moet ik dat nu aan de andere kant doen. Want we gaan nu natuurlijk ook weer dat naadje stikken. Speld hem op 1. Kijk, ik heb hier mijn knipje. En op 1 centimeter van dit knipje speld ik die zak vast. En ook dit andere knipje, 1 centimeter hier vandaan, speld ik die zak vast. Dus precies zoals aan de andere kant, denk ik, hè? Ja, dit is eigenlijk precies. Maar je moet gewoon even goed in je hoofd houden dat,
Kijk, bij die andere wil je dat hij zo zit. Bij het voorpand. Omdat je zak natuurlijk op het moment dat je broekzak... Ja, dat zit natuurlijk altijd gewoon aan de voorkant. En bij deze moet je even in je hoofd houden dat hij juist ook naar dat voorkantje wil. Dat is één. En als je jezelf aanleert om deze handelingen eigenlijk achter elkaar te stikken. Net zoals wat ik nu doe. Ik speld eerst alles. En dan stik ik alles. En dan strijk ik alles. En dan vouw ik alles nog een keer om. Dan als je dat jezelf... Tenminste, ik vind dat ritme persoonlijk heel fijn. Juist omdat je dan hetzelfde doet. Dus dan lijkt het allemaal een beetje op elkaar. Anders, tenminste, als je dat niet doet, heb je heel vaak tussendoor... Oh ja, hoe deed ik dat ook alweer? Of wat deed ik nou net ook alweer? En dat heb je, nou ja, nu als het goed is... Speld, het maakt eigenlijk niet uit waar ik begin. Met welk pand ik begin. Want waar ik mijn naald wegzet, maakt wel wat uit. Want dat willen we namelijk hier op de speld. Want we hebben op een centimeter van de zijnaad en een centimeter vanaf de onderrand van de zak... hebben we de speld erin gestoken. Dus we willen dan ook exact op waar die speld in de stof gaat beginnen met stikken. Uit. En dan... Nu hecht hij af, maar nu weet ik niet of het is gegaan. Ik denk het wel. Hou ook goed rekening mee dus... Wanneer je bij die laatste speld bent, die is natuurlijk ook weer op 1 centimeter ervan af ingegaan. Dat je dan ook op de goede plek afhecht. Dus je ook weer 1 centimeter van tevoren stopt. En hoe heb jij je speldjes ten opzichte van de knipjes zitten? Op, exact op de knipjes toch? Exact op. Want hier heb ik een knipje. Dat is eigenlijk waar je speld erin gaat, dat is de plek waar je knipje, als het goed is, zou moeten staan. En dan bij tweeën. Ja. Nou, ik ga nog niks even strijken nu, want ik heb net al gezegd dat doen we allemaal in één keer. Strijkwijzer. En nu ga ik dus de andere stik. Dus geen live naaien. Dus mochten jullie nog kledingstukken hebben die jullie nog helemaal niet af hebben kunnen maken, dan hebben jullie volgende week daar natuurlijk een ideaal moment voor. Op de woensdagavond. Toch? Nee, volgende week is geen naaien. Ik ga gewoon door met de rest natuurlijk stikken nu. Lonnie vraagt of jij de dekenjas ook nog gaat maken. Ja, die gaan we ook maken. En die dekenjas, we hebben hem bij de Simpel en Snel gefotografeerd. Maar het is natuurlijk, het is een groot proces. Je hebt een ontwerpproces. En het is heel leuk dat je een leuk ontwerp maakt voor de Simpel en Snel. Die heb ik net namelijk zelf gemaakt. Maar het gevaar is dan natuurlijk ook dat je soms tijdens het proces van de doorpas, want natuurlijk alle modellen die jullie thuis maken worden bij ons eerst nog doorgepast op andere modellen, mensen moet ik eigenlijk zeggen, om te kijken of het pasvorm goed is of we iets willen aanpassen of wat dan ook. En dit model had uiteindelijk iets meer handelingen nodig om tot het eindresultaat te komen wat we in ons hoofd hadden bij het ontwerpen. Dus het is een wat langer model. En dan krijgen jullie namelijk ook wat huiswerk van tevoren mee. Met wat jullie moeten doen voordat de les begint. Maar we gaan hem zeker naaien.
Hij staat op de planning, tenminste ik heb hem voorbij zien komen. Ik heb het patroon hier al thuis gekregen. Ik strijk nu trouwens alle naadjes even open. En waarom ben je er niet volgende week, vraag Foekje? Oh, Foekje, ik ga een keer met vakantie. Nee, ja, ik ga met vakantie. Dus morgen begint hij met vakantie. Dus ja, ik hoop even een weekje helemaal offline te zijn. Kijk, het is natuurlijk fijn, hè? Want nu ben ik gewoon lekker een beetje bezig. En dan ga ik weer alle naadjes openstrijken. Het is niet... En omdat je al... Oh, dit is gevaarlijk. Omdat ik nu alles achter elkaar doe, is het natuurlijk ook... Soms moet je toch opstaan en dan moet je naar die strijkijzer lopen. En dan moet je weer teruglopen. Het lijkt wel een hele... Nou ja, een hele activiteit die je aan het doen bent. Buiten gewoon naaien. En op het moment dat je dit gewoon allemaal achter elkaar kunt strijken... Rustig aan. Komt het allemaal goed. We gaan nu op zoek naar de voorpanden. En in principe kun je dit, hoef je dit niet alleen bij het voorpand te doen, maar kun je het ook bij het achterpand doen. En dat is namelijk eventjes het naadje doorstikken. Dus ik heb net de naad al opengestreken, maar nu gaan we hem dus weer dichtklappen en doorstikken. En de reden waarom we altijd het openstrijken is omdat het dan gewoon net iets beter vorm krijgt. Ook het doorstikken, let op, ga je dus doen vanaf waar je bent begonnen met stikken. Dus begin niet helemaal aan het begin van het patroon van de zak. Maar begin echt met doorstikken 1 centimeter vanaf die bovenrand. Zorg dat alle naden richting die zak zijn vertrokken. En stik dan eigenlijk op het zakdeel, smal op de kant, door je 2 naden heen. Dus wat ik doe, zie je nu, is smal op de kant. En je ziet nu ook dat het door, dit is mijn zak, en daarna door die 2 naden heen gaat. En dit kun je dus eigenlijk, oh, let nu ook weer op bij het einde natuurlijk, want je wil niet door alles heen. Stop eerder een millimeter te vroeg dan een millimeter te laat. Maar dit doe je dus eigenlijk ook om je zak heel mooi weg te leggen. Want op het moment dat ik hem nu naar binnen klap, blijft hij ook mooi naar binnen geklapt. Zo. Nou, dat is 1. Dit kun je dus eigenlijk bij alle panden doen. Je kunt er ook voor kiezen om het alleen bij het voorpand te doen. Maar ja, het maakt in principe niet zoveel uit. Zolang je maar niet vergeet dat jij op het zakdeel alles moet doorstikken. En al je naden richting het zakdeel moet liggen. En ik heb het vorige week al gezegd. Strijken is een heel belangrijk onderdeel van het naaien. En ik zag toevallig in de knipmode Facebook... Van die Saskia begeleid, zag ik ook nogmaals weer een artikeltje of filmpje of een post over hoe belangrijk het strijken wel niet is. En nu zie je dus dit aan de achterkant trouwens. De achterkant zie je dus zo. Ik doe het even bij alle kanten. Just short. Dat was wel heel snel. Oh, nou, je kan het ook even laten zien of niet? Kijk, dan naai ik ondertussen wel gewoon een beetje door. Stop 1 centimeter. En strijk jij nu ook niet de naden naar de goede kant? Nee, eigenlijk doe ik dat niet.
Maar is dat niet makkelijker? Ja, het kan wel makkelijker worden. Hangt ook natuurlijk een beetje van je stof af. Maar ik ben altijd bang dat ik er dan alsnog stiekem per ongeluk een valse vouw in strijk. Dus vandaar dat ik altijd 10 keer check of mijn naden er eigenlijk goed onder liggen. Het kan wel makkelijker worden hoor. Maar in dit geval gaat het bij mij ook zo mezelf vrij goed af. Wat zit jij te lachen? Zit je mij uit te lachen? Niet hoor. Oké, nou, allemaal leuk en aardig. Want wat we nu gaan doen. Is we leggen even de panden zo op elkaar, zoals we ze zo meteen zouden willen stikken op het moment dat we zijn aan het stikken. Dus ik klep hier even de voorpand, dat ligt hier goed. Op mijn voorpand willen we het achterpand stikken. Gaat dit ook goed? Dit moet natuurlijk. Dus je legt niet je twee voorpanden op elkaar, maar een voorpand en een achterpand. Ik doe het even met de kant van de zak, want dan ligt het gewoon net iets makkelijker. Wat je nu ziet is wanneer je hem op elkaar gaat zetten. Het is natuurlijk belangrijk dat je de puntjes, dat kan ik wel even duidelijk laten zien zo. Dat de puntjes van de zak, dus waar je bent begonnen, die 1 centimeter van de kant... Zie je dat die op elkaar liggen. Dus dat is eigenlijk altijd het eerste wat ik doe. En eigenlijk neem ik jullie in deze les altijd een beetje mee met mijn denkproces. Van waar denk ik over na tijdens. Want het is allemaal heel leuk en aardig dat we iets in elkaar stikken. Maar het is ook fijn dat je weet waarom we iets in elkaar stikken op deze manier. En zichtbaar wordt waar ik het op elkaar moet stikken. Nou, wat ik nu eigenlijk is, ik ga eerst de zijnaad stikken. En dit is een manier, ik weet niet of het ook zo in de knipmodus staat. Maar ik heb dit mezelf in ieder geval afgesproken dat ik het zo ging doen. Even goed de naad op elkaar. Ik denk dat dit het makkelijkste is. Want zo zie je namelijk wat er gebeurt. En wat we zo meteen gaan doen is, we gaan dit stukje stikken. Dus tot en met de ingang van die speld. Dus eigenlijk waar we het stiksel ook echt zien. En dan stoppen we, hechten we natuurlijk af. En dan gaan we de mannen onder. En je houdt je hand voor als je iets aanwijst. Oh. Kijk, in de onderste. Nou, die moeten we natuurlijk ook een beetje op elkaar houden. Dus dat is de bedoeling van de knipjes. En nu ga je zo meteen al merken dat er iets hier zit te wringen bij dat zakje. En dat is ook eigenlijk waarom ik het nu even op deze manier doe. Omdat je zo meteen begrijpt waarom we bijvoorbeeld een knipje moeten zetten. Of een veetje, of noem maar op. Dat je begrijpt wat er gebeurt. En wat je kunt doen om te voorkomen dat het gaat trekken. Aangezien we de hele buitenbeennaad nu aan het spelden zijn. Spelden we zo meteen ook gelijk de binnenbeennaad mee. En laten we dit ook alvast maar gelijk voor de andere broekspijp doen. Dus ook voor de andere broekspijp speld je de buitenbeennaad en de binnenbeennaad. En het klopt ook dat je een beetje gebobbel krijgt in je... Is goed? Ja. In je achterpand, want je achterpand is natuurlijk nou eenmaal groter dan je voorpand.
Zorg weer dat die knipjes op elkaar zitten bij de knieën. Ook nog een knipje bij de zoom gezet, wat ik dus eigenlijk wel heel erg fijn vind, omdat je dan ook het uiteinde al goed hebt. Zo. Dat is één pijp en ook de volgende pijp spelden we exact op dezelfde manier. En kijk, mocht je nou die zakken helemaal onnodig vinden, of heb je zoiets van, ja, boeien, waarom heb ik die zakken nodig? Ik heb altijd een tasje bij me, geen probleem. Dan kun je die natuurlijk ook weglaten. Hè? En dan ben je natuurlijk al een heel stuk verder in het hele... En iedereen denkt, nou, had ze dan maar eerder gezegd. Die zakken, ja. Dan is helemaal een snelle broek om te maken. Zonder zakken. Je ander had geen zak, hè? Welke? Die je voor mij hebt gemaakt. Die heeft geen zakken. Nee, die heeft geen zakken. Dat is ook logisch, het ziet er een beetje raar uit als je zo'n strakke broek op je lichaam met zakken hebt. Dat weet ik niet. Heb je geen drinken meegenomen? Nee. Doe het. Hoezo? Nou, gewoon. Normaal heb je altijd een flesje drinken bij. Mm-hmm. Thuis moeten de vrouwen ook goed drinken. Wie zat er nou een keer aan de wijn? Iemand zat een keer over wijn. Jo. Wie zou dat zijn? Was het Ellie? Wie is Ellie? Nee? Is? Oh, nou. Die zal vast en zeker nog wel een keer terugkijken. Of ze heeft genoeg lotten gezien op de woensdagavond. Die heeft ondertussen ook je kledingkast die uitpelt natuurlijk, want die heeft ook elke week meegedaan. Dat is niet heel gek. En wat ik me nou wel even afvraag is, maken jullie tegenwoordig ook al kleding voor anderen? Of ja, misschien al. Of ik wil eigenlijk gewoon weten of jullie met deze live lessen ook wel eens kleding voor anderen maken in plaats van altijd voor jezelf. Dat was een beetje de vraag beter geformuleerd. Is toch leuk om te weten. Ja, Sylvia niet. Nicole voor haar dochters. Ja. Dat is natuurlijk ook leuk. Oh, dit is ook een heel leuk patroontje. Ik weet niet hoe jong de dochters zijn, maar... Het scheelt natuurlijk of dat het peuters zijn of tieners. En Erika durft het nog niet zo goed. Voor anderen? Ja. Nou, Erika, oefening blijft kunst. Oefening is ook kunst. Maar oefening baart kunst. Dus... Voordat je het weet, kun je het ook voor een ander maken. En als je nou zelf die modelletjes die je maakt heel fijn vindt zitten, en je hebt zoiets van, nou ik maak hem gewoon nog een keer, dan word je er ook natuurlijk steeds handiger in om iets in elkaar te stikken natuurlijk. Veel ook voor kinderen of kleinkinderen. Oh, dat is leuk. Nou... Ik vraag ook nog steeds aan mama, als ik een leuk patroon zie, mam, wil je deze voor mij maken? Ja. Ja, maar ik denk ook dat je heel vaak, kijk, nu geven we natuurlijk elke week een, hebben we een bepaald patroon wat we naaien. Maar ik denk dat het ook heel vaak is, je hebt natuurlijk een hele knipmode. En het zou natuurlijk prachtig zijn dat je elk model uit de knipmode mooi vindt. Maar ja, dat is natuurlijk lastig, maar ik vind het ook wel weer typisch iets dat je af en toe gewoon een leuk modelletje eruit pakt en denkt, oh, het is leuk. Omdat je hem ook gerust voor 1 of 2 zou kopen. En dat is ook iets, heel veel mensen, of ze nou wel of geen abonnee meer zijn, ja, als ze ooit zijn geweest, moet ik zeggen, of ze nou wel of niet ooit abonnee zijn geweest, je ziet toch wel altijd mensen even de knip in de supermarkt openslaan en kijken van, oh, wat staat er deze maat in? Heb jij trouwens al een keer een mini-mie voorbij zien komen? Want daar hebben we toen een paar keer iets volgens mij mee gemaakt. En dan die broek die ook... Ja, het zit wel weer in het overleg. Maar... Nee, maar van kijkers? Ja, iemand heeft een keer gemaakt, toch? Die heeft die lange jurk volgens mij niet gemaakt. Ik weet het niet. Mm.
En gaan we ook nog iets voor mannen maken binnenkort? Dat weet ik eigenlijk vast wel. Deze broek kan eigenlijk ook gewoon makkelijk voor een man, toch? Eigenlijk. Maar ja, misschien zit het een beetje strak. Ander model. Bij de voorkant. Ja. Nou, ik doe eerst wel even... Ik ga ondertussen eerst even de binnenbeen na het stikken. Want ik denk dat sommige van jullie nog aan het spelden zijn. Nou, de binnenbeennaad stik ik gewoon op 1 centimeter. Dus daar is niet spannend aan. Dus tegen de tijd dat ze klaar zijn met spelden, dan ga ik wel de naad met de zak stikken. Ja, en voor de mensen die nog de knipkits... Die liggen natuurlijk al bijna in de winkel. Zijn dat goed? Ja, volgens mij wel. We zijn er mee bezig. Nee, is misschien niet meer waar. Nou, in ieder geval, in de volgende knipkits... Die staat nu in de winkel. Augustus, september. Maar dat is de volgende. Opdracht. Nee, ik heb het over oktober, november, denk ik. Of heb ik het december? Beleef het nodig. Oh ja. Maar daar staan heel veel leuke nieuwe patronen in. Echt... Maar ook allemaal leuke dingetjes, omdat we toch wel merken dat heel veel mensen dat toch wel heel leuk vinden, hebben we ook geprobeerd om sommige modelletjes juist uit te werken in een kindervariant. Dus ik zou gewoon sowieso voor de kids nog even voor de Clips Kids kijken. Om dit natuurlijk maximale reclame te maken. Maar het is echt heel leuk. Nee, maar Rochelle zegt wel ook wat ik ook vind. Als je nu iets ziet, dan kijk je gewoon naar het modelletje, niet naar de stof. Want je kunt zelf stof kiezen. Ja, en dan is het leuker om iets... Ja, en dat is natuurlijk ook... Want stof is ook vaak een kwestie van smaak. Ik knip nu trouwens ook eerst de andere binnenbeenaad. Of stikken. Maar stof is een kwestie van smaak. Hè? Van wat vind je mooi of wat niet. En... je moet daar ook doorheen kunnen kijken. Want als je natuurlijk naar een van die eerste pagina's kijkt uit de knipmode, zie je al onze technische tekeningen staan. Dus eigenlijk platte tekeningen van het model. En eigenlijk moet je gewoon dat ze kunnen visualiseren van hoe komt dat eruit te zien in een ander leuk stukje. En dat is ook natuurlijk het hele leuke. Buiten het feit dat je iets unieks hebt, train je ook eigenlijk om eigenlijk jezelf het een beetje te kunnen visualiseren hoe het in een andere stof of in een andere kleur zou zijn. Nou, wat heb jij de laatste tijd al voor een ander gemaakt, Lot? Nou, elke week zet ik iets naar je voor een ander. Nou, ik heb het rokje voor Sanne gemaakt, maar niet afgemaakt. Ja. ik heb voor collega's heb ik al een aantal keer iets gemaakt. Ik had een heel goed idee om ook iets voor mezelf te maken. Maar eigenlijk heb ik er helemaal geen tijd meer voor gehad. Ik was een bikini aan het maken voor Sanne. Nou, de spelden zitten er ook in. Een vriendinnetje van mij was aan het afstuderen. Voor haar heb ik 2 ondergoedjes en een strapless bodysuit gemaakt. Ja, hoe zeg je dat? In ieder geval iets... een soort badpak zonder bandjes boven. Dus, nou, dat is ook best wel veel. En dan praat ik alleen nog maar over de afgelopen weken. Ik heb nog voor mijn werk iets vermaakt. Vermaakt. Ja, maar dat is werk. Buiten werk om. Oh ja, nou ja, luister. Wat heb ik nou voor leven buiten werk om? Ik ben alleen maar aan het werk, Sanne. Nee, voor een lady was... Mag geen naam zeggen. Voor een vriendinnetje was het buiten werk om. Oké, leuk en aardig. We gaan door. We moeten door. Het volgende wat ik ga doen is nu eventjes laten zien. Sanne, moet je even dichtbij komen. Hoe we nou dat te doen met die zak gaan stikken. Dat zet ik alweer helemaal op zijn kop. We beginnen gewoon bij het begin. Dat is bovenaan natuurlijk. En je hecht dus even af aan. En... En wat je ziet is, we willen tot hier gaan stikken. Doe dat puntje. Dus ik stik op 1 centimeter. Ik zorg dat al die naadtoeslagen die daartussen zitten, allemaal naar binnen zitten gevouwen.
En ik ga heel langzaam hier, want ik wil precies tot dat puntje komen. En dat is gelukt. Andere kant ook. Nee, is goed. Ziet er netjes uit. Oké, nou. Dat is voor nu. Dan leggen we de rest er weer onder. Gaan we verder. En aan en afhechten. Ja, aan en afhechten. En vervolgens gaan we verder bij het andere stukje. En ook daar beginnen we weer precies op dat plekje. En gaan we vanaf daar 1 centimeter naar beneden stikken. Nu stik ik natuurlijk met schel op z'n kop. Heb jij nu wel goed bereik als je hier zit? Want vorige week deed je het minder. Soms niet. Dan moest je er nog iets tussen plaatsen, toch? Hmm? Oh, ja, dat kastje moest naar boven. Die vijf is er. Nou, okay. En zorg wel goed dat de hele tijd die zijnaden goed op elkaar blijven liggen. Zo, hop, hop. En we zijn alweer bijna bij het einde. En zo meteen gaan we natuurlijk dit allemaal weer mooi openstrijken. Maar ik laat jullie eerst even iets zien wat we natuurlijk willen laten gebeuren. Wat je wilt is dat dit... Hij doet het eigenlijk al goed. Wat je wil... Ik laat het nu even zien. Snel. Is... Auw, oh, prik, prik. Kijk, dat heb je niet met die klemmen. Oh, prik. Dit is uiteindelijk... Kijk, nu zie je ook gelijk het effect als het niet gestreken is natuurlijk. Het ziet er natuurlijk hartstikke sloppy uit. Helemaal niet mooi. Maar dit ziet er wel netjes uit. Wanneer dit strak gestreken is, nou ja, dan hoef je er eigenlijk bijna niks meer aan te doen. Waar je wel rekening moet houden is, wat wil je doen met je zijnaad? Wanneer je hem strijkt, ga je al snel genoeg merken, moet er een knipje of moet er geen knipje ergens hier komen? Je wilt hem natuurlijk straks zo. Op het moment dat jij hem afgaat, wel belangrijk dat je hier een knipje zet natuurlijk. Want anders kun je je naad niet samen afgedopt krijgen. Nou, in mijn geval ga ik de naad openstrijken. Als het lukt. Dus ik probeer eigenlijk geen knipje te zetten. Fijner. Ik probeer gewoon geen knipje te zetten. Ga je het wel afwerken. Dat je dat knipje wel nodig hebt. In een van de naadjes. Nou, wat ik nu ga doen. Ik laat het gelijk zien. Want dan kan Sanne zo meteen weer een stukje naar achter. Wat ik nu ga doen is de zak strijken. Want het is allemaal leuk en aardig. Maar de zak is natuurlijk gewoon nog open. Dus waar gaan we zo meteen beginnen? We beginnen bij dit stukje. We hebben natuurlijk een puntje. Nou, daar beginnen we met de zak. En dan gaan we helemaal rond. En knippen we die zakdelen op elkaar. Sommige mensen die lokken dit helemaal. Sommige mensen die maken een Engelse naad. Dus stikken eerst de verkeerde kanten op elkaar. En daarna de goede kanten. Draai ze hem om aan de goede kanten. Ik geef het nu gewoon een enkel stiksel op 1 centimeter. Heb je nou niet heel nauwkeurig genaaid en heb je zoiets van, nou, die zakdelen passen niet exact op elkaar. Dat is helemaal niet zo erg. Maar waar je dan voor moet zorgen, is dat hij, als hij plat ligt, de zakdelen wel mooi op elkaar aansluiten. Dus dan kun je beter sjoemelen met de zak, dan sjoemelen met dit gedeelte. Ik leg hem onder de naaimachine. Zoals ik net al zei, ik begin bij waar ik moet beginnen. En dat is als het goed is. Daar. Waar ik net ook weer moest beginnen. En je stikt 1 centimeter van de naad. In ieder geval, ik stik 1 centimeter van de naad. Stik ik rond. Vergeet niet af en toe een beetje je stof mee te bewegen. Een dikkere stof gekozen en mocht jouw machine het nou eigenlijk een beetje moeilijk laten maken om het ook makkelijk te strikken, dan kun je altijd nog een beetje met de persdruk spelen.
Dus dan als je de pers op het water zet, dan drukt jouw voet niet zo hard op je stof. En dan kun je makkelijker ronddraaien. Ook weer aan het einde eindig je natuurlijk bij dat stukje waar het uiteindelijk weer samen kwam. Dan kun je gewoon op afknippen en klaar, zak is gestikt. Knip weer eventjes alle losse draadjes af. En dan zo meteen, wanneer we de andere ook hebben gedaan, gaan we dit helemaal mooi strijken. Dat was 1. Nu door naar nummer 2. Loopt iedereen bij? Dat weet ik niet, maar... Hoe gaan we in de tijd? Het is 9:15. We gaan wel oké. Maar ik heb geen tijd voor pauze, laat ik het zo zeggen. Moet er nog zoveel gebeuren? Zeg je? Moet er nog zoveel gebeuren? Nee joh, maar ik denk elke keer dat het zo gedaan is en dan is het niet zo gedaan. Bijna bij mijn zak aan. Ik ben een keertje aan de onderkant begonnen, want ik had mijn spel er dus fout ingezet. Kijk, zolang je genoeg spel er hebt, weet je dat het wel goed komt. Ik ben nu weer dus bij mijn speltjes en wat ik nu weer ga zorgen is dat ik precies uitkom op dat ene punt waar dat stiksel juist begonnen is. Hecht af, knip vervolgens je draad af. Sla een stukje over en ga weer verder aan de bovenkant. En dan slik je weer nog een paar centimeter door tot je de bovenrand van je broek hebt bereikt. Zorg dat alle draadjes weer een beetje kort zijn. En de volgende stap is net als net de zakdelen op elkaar stikken. Kijk ook hiervoor weer goed waar je bent begonnen. Zet je voet erin. Kijk of je zakdelen nog op elkaar passen. En stik vervolgens je zak op bij het einde of je echt alleen de zakdelen bij het laatste stukje stikt en niet de zijnaad per ongeluk meeneemt. Wat ik nu ga doen is ik ga even alle naden openstrijken, want ik heb net jou ook al verteld dat ik dat wel net zo fijn vind. Kijk even waar mijn voorpand is. En in dit geval is dat links. Dus ik weet als ik strijk en mijn naden open strijk dat die zak naar het voorpand moet. En daarom wordt er ook wel eens getwijfeld of je de achternaad wel moet doorstikken. Want wat je nu dus ziet is dat hij een klein stikseltje extra heeft, waardoor het iets lastig is om de naad om te vouwen. Maar ik ben van mening, op het moment dat je dat stikseltje wel geeft, dan ziet het er gewoon net iets beter uit. Bij het achterkant. Als je net op het kantje stikt, dan komt het allemaal goed. Anders kun je natuurlijk altijd nog voor kiezen om even een knipje te geven bij het achterkant. Tot jouw stiksel waar je doorheen ging.
waar je mee doorstikt. Zijnaad, de buitenbeennaad, nu de binnenbeennaad. Dat is één. Draai hem alvast om. Je ziet echt een heel groot verschil met wat nu gestreken is. Ik zal het even naast elkaar leggen. En wat nog niet gestreken is. Daarom is strijken zo belangrijk. Dit is wel gestreken. En ga je nou eerst heel de zijnaad openstrijken en daarna lokken, vraagt Fokje? Ja, dat kun je doen. Ben jij ook je zijnaad aan het openstrijken? Ja, nee, dat... Maar waarom strijk je hem dan eerst open? Omdat het mooi... Kijk, hierom strijk ik hem eerst open. Kijk, nu ga je het zien. Het is echt een groot verschil, hè? Zie je het? Je moet even dichtbij, Sanne. Het is echt een groot verschil. Je moet wel even dit zien, hè? Want die zak heb ik nog hier nog niet gestreken. Dus je moet dit laten zien en dit. Dit is mooi gestreken. En dit is niet gestreken. Dus hierom moet je altijd de naad strijken voordat je iets gaat doen. Zie je dat wel op dat filmpje? Je ziet het niet. Dit is gestreken. Dit is niet gestreken. Je ziet maar half. Nou, het ziet het verschil wel toch, of niet? Jawel. Oké. Nu is deze toch omgedraaid. En nu doe ik even het zakje. Netjes strijken. Maar inderdaad, maar als je de naden samen gaat aflokken, moet je wel een knipje zetten. In het pannetje. Nou, ik moet zeggen, Sanne, ik heb het redelijk mooi gemaakt. Mm-hmm. Dat is één. Die andere even strijken. Want het is nodig, dat hebben we nu gezien. Natuurlijk ook stoppen waarvoor het echt waar je 10 keer kan strijken en dat de naden nog steeds naar elkaar toe glippen. Deze stop heeft dat ook wel een beetje hoor, dus nou ja, het is wel belangrijk dat je het in ieder geval probeert. Ik word er ook altijd heel vrolijk van als je een strak dat gestreken naast is. Pas voor. Eigenlijk moet ik hier ook een knip. Wacht, ik ga het even laten zien. En dan een knipje moet maken. Sam, kun je wel even dicht maken? Wat je dan moet doen. Oh, nu heb ik het eigenlijk vastgestikt. Eigenlijk had je dit dan niet moeten vaststikken. Dan is dus eigenlijk de bedoeling. Ik heb het fout gevolgd. Eigenlijk moet ik dit helemaal niet vaststikken. Nou ja, dan kun je hem altijd hier een knipje geven. Hier aan de binnenkant. En dan lok je dit samen af. Zo. Woep. Ik heb het fout gedaan. Kijk, ik heb dit dus fout gedaan. Kijk, desnoods kun je hier ook een knipje geven. Hier nog. Kijk, bij jou is het misschien wel gewoon goed hier zo. En dan kun je dus dit allemaal samenpakken. En in één keer afritsen naar beneden. Ja. Dus,
We hebben nu twee panden. En wat we nu gaan doen is de kruisnaad stikken. Maar je gaat niet lokken natuurlijk. Staan. Nee, ik heb er geen staan. Nou, dit is één voorpand. Of één been. Als je wel lokt. Ja. Dan lok je van boven alles samen naar beneden af, toch? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel een mooie stof voor een broek. Het is een beetje van dat casual chic stofje. Ja, maar hij is niet heel dun. Dus hij tekent ook niet af of zo. Dus ik denk dat het wel mooi is. Het is ook leuk, misschien wel een pak. Ja, kun je een mooi colbertje van dezelfde stof bij maken. Ja. Ja, maar wel eens. Maar we hebben nog niet genoeg stofje hier liggen. Ja. En genoeg patronen. En dit is jouw maat. Ben jij nu opeens van deze broek een pak? Nee hoor. Oh. Oké, nou, ik laat het even zo zien, want het is heel belangrijk dat je begrijpt wat we nu weer aan het doen zijn. Omdat dit volgens mij, denk ik, nog steeds de duidelijkste manier is. We willen dus een kruisnaad gaan stikken. En dat betekent dat deze naden op elkaar moeten, de binnenbeennaden. En dat hier middenvolg op elkaar moet. Dus, ik heb het de vorige keer ook zo even gedaan met de mouw. Ik leg even zo op elkaar wat op elkaar moet. En ik zet dus maar een paar speldjes. Dus één. Nou, dan zet ik hier nog even op die binnenbeenaden even een speldje. Volgens mij kan ik dan al doen wat ik wil doen. Zo, eerlijk, ik zeg dat jij genoeg gegeten hebt, Susanne. Een bakje aan het verteren. Ja, ik denk het ook. Je hebt even aan het werk gezet daar in je bankje. Ik kreeg net nog de vraag, hè? Of dat je nou misschien ook met een natte doek kunt persen. Ja, kan ook. Want of je dan zeg maar op deze manier niet de naden doordrukt naar de goede kant. Ja, nee, kun je ook doen. Die bij mij niet eigenlijk. Met naden persen, hè? Of dat dan niet naar de goede kant doordrukt. Ja, je kan er een doek tussen doen. Sowieso zou ik dat altijd doen. Nu vertrouw ik wel mijn strijkijzer, maar ook met vlekken bijvoorbeeld. Hè. Kijk, ik vertrouw mijn strijkijzer dan met vlekken. Komt omdat ik hem regelmatig, zou je niet zeggen, ik maak niet mijn spullen heel vaak schoon. Maar mijn strijkijzer wel. Ik zorg altijd dat kalk eruit loopt namelijk. Want ik vind echt niks is zo vervelend dat je wil strijken en dat er allemaal bruin uitkomt. En weet ik veel wat voor troep. Nou, en dan moet je maar eens met witte kleding bezig zijn. Dat is één keer nooit meer. Dus dit strijkijzer wordt ook alleen maar voor de maak gebruikt. Doe het niet om mijn eigen kleding te strijken. En ik zorg ervoor dat de kop schoon is. Dus het liefst verstevig ik nog alles met een ander strijkijzer, laat ik het zo zeggen. Want die lijn, dat is ook troep wat er op die vlieseline zit. Oké, een grapje. Nou, nee, was geen grapje. Wat ik nu ga doen, is ik ga de één pijp in de andere pijp. Dus ik heb nu twee spelden gezet. En met behulp van die twee spelden zou ik dus, als het goed is, een beetje de kruisnaad op elkaar moeten kunnen stikken. En we gaan gewoon even spelden. Dat ben ik nu natuurlijk ook aan het doen. Die moet naar beneden. En je ziet dat je steeds verder je broek in elkaar gaat leggen als het ware. Om dit spel. Je kan ook heel makkelijk het al van begin af aan doen. Maar dan zit ik altijd van, moet nou de buitenste pijp, de goede kant van de pijp naar de buitenkant. Of moet ik die er nou weer in leggen? En dat vergeet ik altijd. Maar kijk, op het moment dat ik dit doe, waar ik nu mee bezig ben, merk ik snel genoeg al wat ik moet doen. Want ik zie nu op een gegeven moment, oh ja, die moet erin. Dus nu ben ik erachter gekomen dat het zo moet. Dus ik ga het je nu wel gewoon even vertellen. Want kijk, nu ben ik er zelf aan het achterkomen, maar het is wel makkelijk als jullie ook een beetje weten of horen wat ik doe. En ook even een seconde. Wat je doet is je draait de broekspijp aan de buitenkant binnenste buiten. Dus, en die doet de goede kanten van de broekspijpen tegen elkaar aan. Dus ik kijk nu tegen de verkeerde kant van de broekspijp aan. Is eigenlijk ook wel logisch, want je wil de goede kant op elkaar spelden. Ben je nu vanaf het kruis aan het werken of vanaf de achterkant?
Oh, weet ik niet eens. Vanaf de voorkant ben ik begonnen met spelden. Maar in principe, wat ik doe is, ik zet één speldje in het kruis. En dan zet ik een speldje op de middenvoor, voor bovenkant middenvoor, zeg maar. En dan zet je ook even hier een speldje op de middenachter. Bovenkant, bovenrand. Ik weet niet hoe ze het altijd noemen. En dan ga je gewoon daartussen een beetje spelden. En zorg dat alles mooi op elkaar zit. En stik jij de zakingangen ook goed door aan de goede kant? Nee, heb ik niet gedaan. Dat kun je wel doen. Maar het staat ook niet in de beschrijving, toch? Of wel? Weet ik niet. Oh, het staat er wel op. Dat heb ik helemaal niet gedaan. Ook niet bij die andere eigenlijk. Die moet maken voor dingen. Oh ja. Nou ja. Stik de zijnaden van de panden 1 en 2 net op zakingang. Ja, je kunt het een stukje geven, een stiksel. Maar eigenlijk kan dat nu niet meer. We hebben mijn zak al dicht. Mocht je dat nu willen, dan moet je eigenlijk je zak weer een stukje open. Maar dit is veel mooi. Een droge mond. Dit is net zo mooi, namelijk. En doe jij de zak ingangen voordat je de panden samen... Ja, dat zou ik dan wel doen. Kun je niet lezen? Nee, samen schrik me. Ik denk dat we samen stikt moeten zijn. Oh, wat nou? Heb ik eigenlijk antwoord al? Ja, oh, dat is jouw gegeven. Ja, dat is goed. Dat weet ik al niet meer, joh. Oké, nou, nu stik ik dus gewoon die kruisnaad. Het gaat goed. Probeer ook altijd een beetje rond te stikken bij die kruisnaad. Gewoon natuurlijk op 1 centimeter van de kant. Maar niet dat je zo'n puntje krijgt. Het kan er wel eens raar uitkomen als je anders. Je hebt heel veel manieren. Sommige mensen stikken ook gewoon eerst de kruisnaad. En daarna als laatste de binnenbeennaad. Dus dat ze van de ene kant aan de onderkant helemaal zo kruisnaad naar de andere. Het andere been stikken. En nu komt er eigenlijk een heel belangrijk iets. Strijk nooit de bochten. Ik wilde net vragen, er was toch iets met het kruisen en strijken? Ja, dat mag je niet doen. Je mag niet het kruis strijken. En Bianca vraagt hoe dat ze aan de afmeting van de taaierband moet komen. Want ze had het PDF-patroon. Nee, volgens mij heb ik dat echt last minute nog gereageerd op de Facebook. Oh, ja, maar ik ga dat haar nu vertellen. De afmetingen van het PDF-patroon. Van de taaierband. Oké, welke... Wacht, nee, ik zeg het wel goed. Wel rustig. Oké. Soms ben je zo snel. Welke maat is misschien makkelijk? Welke maat wil je weten, Bianca? Nou, die zal zo meteen wel eventjes antwoorden. Oh, er zijn er meer, dus misschien nou is het toch allemaal wel... Komt hij dan, hè? Maatje 34. Heeft iedereen pen en papier vast? Maatje 34. De tunnel. Hij is 8 centimeter breed. Dit geldt voor iedereen. 8 centimeter.
Dus zo de hoogte is 8 centimeter, want je hebt elastiek van 4 nodig. Dus dit is 8. Dat is voor iedereen gelijk. Dan, maatje 34 is 92 centimeter lang. Maatje 36 is 95 centimeter lang. Maatje 38 is 98 centimeter lang. Maatje 40, ik wou 39 zeggen. Maatje 40 is 102 centimeter lang. Maatje 42 is 106 centimeter lang. Maatje 44 is 110 centimeter lang. En maatje 46 is 114 centimeter lang. 114. 14. 14. En hoe kun je dat nou weten? Mocht het nog een keer voorkomen dat het er niet bij staat. We weten dat hij een elastiek heeft. En wat hij een elastiek heeft, betekent het juist dat, komt hij dan hè, de tailleband gelijk is aan de afmetingen samen van de bovenrand van je panden. Dus als het goed is, dit zeg ik nu uit mijn hoofd, dus ik hoop me dat het gewoon klopt. Als het goed is, wanneer je de bovenrand van je voorpanden meet, dus dat doe je keer 2, de bovenrand, plus de bovenrand van je achterpand keer 2, dan zou je dus bijvoorbeeld voor een maatje 34 op 92 centimeter uit moeten komen. Dat is echt waar, want het moet precies passen, Sanne. Als het goed is, klopt dat. Dat zeg ik altijd maar aan mijn hoofd. Oké, nou. Wat je nu ziet ook, is iets met het knoopsgat. Wat staat er? Er staat daar iets. Middenvoer, tunnel. Ik kijk even mee hoor. Tunnel, vouw de tunnel dubbel met de goede kant op elkaar. Stik de middenvoornaad tot de vouwlijn. Oh, we stikken de middenvoornaad. Oké, we gaan dus de middenvoornaad stikken. Heb ik zojuist gelezen. We zijn ook al bij de tailleband. Is het gelukt, Bianca? Heb je hem? Denk het wel. Nou, dit is dan een stukje als er meerdere zijn die de tailleband nog niet hebben. Dat natuurlijk mensen nog eventjes moeten knippen. Kun jij nog eens een keer uitleggen waarom je de kruisnaad niet mag strijken? Oh, dan krijg je vast vouwen. En wat je eigenlijk ook hebt bij een kruisnaad is dat hij nooit zo mega super strak zit. En wanneer die heel erg strak zit, dan is hij vaak doorgestikt. Denk bijvoorbeeld aan een spijkerbroek. Dan is hij dus doorgestikt, waardoor de naad plat is. We weten allemaal dat wanneer je een armschat erin zet en je gaat een bepaalde een mouw erin zet en je gaat een bepaalde kant op strijken, dat die naad eigenlijk ruimte nodig heeft. Dus dat je of knipjes moet zetten, of je moet hem dus naar de andere kant dus naar boven. En vaak dan heb je weer ruimte te weinig. En dat geldt natuurlijk ook voor een kruisnaad. De kruisnaad is rond. Dus op het moment dat je hem open gaat strijken, ga je zien dat de stof gaat trekken. Je zit zo naar het eigen kruis te kijken. Om te kijken of die twee keer is doorgestikt. En dat is echt waar. Vaak is dat bij broeken die heel strak zitten, is hij dus een keer extra doorgestikt. Juist om die naad ook plat te houden. En vaak als een broek heel erg strak zit, dan zit er ook een beetje elastiek tussen of elastaan in. Dus dan krijg je hem automatisch heel erg goed plat gestikt. Maar bij dit wil je dat natuurlijk niet, want dan gaat dat gewoon niet. Ziet er niet mooi uit. En als je gaat strijken, dan kun je er valse vouwen in strijken. Dus dat is eigenlijk de reden waarom je een kruisnaad nooit mag strijken bij zoiets. Ben je het mee eens, Sanne? Ik denk het. En Sylvia die vraagt nog, waarom is de tailleband bovenaan en onderaan even groot? Omdat de taille dat eigenlijk niet is. Nee, vraagtaille. Nee, klopt. Je hebt een nee, voor mij ook niet hoor. Hij is nooit 4 centimeter precies gelijk in het midden. Waarom is dat niet? Dat is niet... Oh, een muggenbult weer op mijn hand. Alweer. Maar waarom is dat niet... In dit geval gebruik je een elastiek en elastiek is juist hetgeen wat het naar je lichaam toevormt. Heel vaak heb je dus een tailleband, je hebt ook wel eens tailleband die wel op vorm zijn. En dan zie je dus wel dat hij aan de bovenkant smaller is dan aan de onderkant, waardoor hij eigenlijk met je zo loopt. Ik heb hier niet even geen voorbeeld denk ik. Nee, ik heb zelf een broek aan met zo'n tailleband denk ik.
Maar omdat dit dus met een elastiek is, heeft hij dat niet nodig. Dus vandaar dat hij recht is. Wat hem elastiek hem ook eigenlijk naar voren brengt. Ik hoop dat jullie de knoopsgaten al in jullie tailleband hebben gemaakt. Ik ga eyelets gebruiken, had ik al verteld. Ik moet ze er nog inslaan, dat is geen probleem. Ik wilde jullie een trucje met 1 seconde lijn laten zien, maar dan is het natuurlijk ook heel makkelijk dat je 1 seconde lijn kunt vinden. Dat kon ik niet vinden. Als jullie het wel hebben gevonden, ga ik natuurlijk uitgebreid uitleggen hoe je dit... Heb je het niet al een keer gedaan? Jawel, ik heb al een keer 1 seconde lijn laten zien. Ja. Toch? Ja. Maar wanneer was dat? Met mijn rok, die je niet af hebt gemaakt. Oh ja, dat is waar. Nou, luister. Hoezo, waar heb ik dit al gebruikt? Dat is toch ook een eyelet? Oh ja, drukknoop heb ik het erin gezet met 1 seconde lijn. Oh, dan moet je dat maar terugkijken. Komt goed. En in de Simpel en Snel van oktober, aangezien jullie toch allemaal al het oktobernummer thuis hebben, staat er ook een tipje. Volgens mij heb je daar een foto van gemaakt, namelijk hoe je die 1 seconde lijn erop deed. Ik heb daar een keer een foto van gemaakt. Dus volgens mij staat het daar ook in. Maar oké, wat ik nu dus doe is, ik leg de goede kanten van de stof op elkaar. En ik wil zo meteen mijn tailleband er nog wel een beetje doorheen kunnen schuiven. Of mijn elastiek bedoel ik. Dus het is natuurlijk de bedoeling dat ik aan de binnenkant van het elastiek een stuk openlaat. En dat is bij mij altijd wel een hele opgave. Want ik vergeet altijd ongeveer wat ik dan open moet laten of wat ik dan dicht moet maken. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon beginnen met stikken en dan draai ik hem wel om als het goed is. Even goed voornemen. Dus ik stik de naad tot net over de helft. Want vanaf daar ga ik nog iets verder. Dan prop ik hem wel wat meer in. En dan hecht ik hem af. Kijk, nu zie je, ik heb hem niet helemaal gestikt. Dat is juist heel goed dat ik hem niet helemaal heb gestikt. Oh. Is er allemaal van die losse draadjes weer doorheen. En dan stik ik hem onderaan nog een centimetertje. Nee, dit gaat goed. Wat ik dan doe, is ik ga ervan uit namelijk dat jullie de knoopsgaten er al in hebben gemaakt. Misschien is dat een heel slecht voornemen. Heb je nou geen 1 seconde lijn en wil je wel met die eyelets of nestels? Ja, het was dus eyelets met een... Met een T is het officieel. Ik heb het per ongeluk met een D geschreven. Ja, kijk. En onze lieve Ferry, ja, die lacht natuurlijk weer. Die zegt, Lot, Lot, bedoel je eyelets met een T? Natuurlijk bedoel ik dat. Was ik alweer vergeten. Of nestels noemen ze ook wel eens. Maar goed, ik strijk de naad weer open. Want het is natuurlijk belangrijk. Het blijft belangrijk, naadje open strijken. En in mijn geval, doe ik hem nu eventjes dicht zo. En dan moet ik ook natuurlijk ook eventjes kijken waar precies die nestels komen. Nou, wat is de reden dat jij de kruisnaad als laatste doet? Mariette die zegt, ik heb het altijd anders gedaan. Ja, klopt. Je hebt vanaf je binnenbeennaad, die heb jij als laatste dicht geritst, denk ik. Van onder zo woep naar boven. Dat deed ik ook altijd. En zo is het mij ook geleerd. Alleen vanuit knipmode wordt dat nooit zo gedaan. Zo moet ik het zeggen. Dus vandaar dat ik jullie ook het moet vertellen natuurlijk. Ook deels. Doe ik niet altijd. Want ik doe ook wel eens gewoon wat ik zelf echt het makkelijkst vind. Dit is eigenlijk de manier waarop wij het bij knipmode altijd beschrijven. Dus vandaar dat ik het zo zeg. Oké, wat ik nu doe is, ik ga alvast de tailleband vouwen hoe ik hem zo meteen natuurlijk wil hebben. En wat ik mezelf natuurlijk ook eventjes wil zeggen, ik heb even een pennetje nodig of zo, of iets wat waarmee ik een beetje kon kleren. Ik wil natuurlijk dat ik de goede plek hebben, mijn eyelets. En staat er hier misschien even waar? Ja, 2 centimeter aan weerszijden. Dus ik heb mijn tunnel. Ik weet, oké, daar is mijn... Ik heb een tunnel van 4 centimeter, als het goed is. Ja,
En ik weet dus dat ik bij 2 centimeter, dus in het midden, een nesteltje wil. En nu is het handige dat mijn meetlint natuurlijk ook 2 centimeter breed is. Dus ik zet gewoon een streepje, een doekje. Daar wil ik mijn eyelet hebben. Dat doe ik ook voor de andere kant. Zo. Nou, doe ik natuurlijk gewoon met een pen, hè, want in principe komt er een gat doorheen. Dus niemand gaat dat zien. Maar dat gaatje, dan kan ik hem weer openmaken, want dan heb ik het positietje heb ik bepaald. Dus ik heb dat gewoon met mijn pen gedaan. Ja, dat doe ik gewoon zomaar. En dan pak ik eventjes al mijn eyelet materiaaltjes. En wat ik hiervoor altijd gebruik is 1 gaatjesstang. Of ja, zo'n dat gebruik je eigenlijk voor je riem. En die zet ik op een kleinste standje. En vervolgens maak ik een gatje in de stof. Gaatje is natuurlijk heel makkelijk. Gewoon een klein gaatje. En ik pak altijd het kleinste, want je kunt beter groter maken dan een te groot gat hebben gemaakt. En op een of andere wonderbaarlijke manier kleiner moeten maken. Ik ga toch even zien. Wat zou hier nou echt niks? Weet jij toevallig wanneer het handboek weer beschikbaar is? We hebben het er druk over op de redactie. Het is wel een beetje een... Ze verwachten het eigenlijk dat het nog best wel weer lang zou duren. Maar wat we nu doen is, we zijn een gas aan op het geven. Want natuurlijk, wij drukken dan, niet zelf, bij knipmolen, wij laten dat natuurlijk drukken. Of moet gedrukt worden bij een drukkerij. Is ook vrij logisch. Maar ja, zoiets is natuurlijk niet 1, 2, 3 gedrukt en klaar. Dus we zijn eigenlijk wel een beetje aan het pushen. Of in ieder geval hopen dat het zo snel mogelijk gedrukt wordt. Pushen, ja. Ja, in ieder geval, we doen ons uiterste best. Maar we kunnen niks beloven, dus ik kan eigenlijk ook nog niet zeggen wanneer het er weer is. Ondertussen, ja, goed zo. Ondertussen hebben we nu die eyelets ingedaan. In ieder geval, kijk, als je goed kijkt, ja, dat is natuurlijk weer heel lastig om te zien. Stop ik dat dingetje erin, zo. Dan draai ik hem om. En wat nu eigenlijk, wat je moet doen, is als je lijm hebt, moet je dus een heel klein beetje langs dit dingetje doen. Dus je gewoon een heel klein beetje eromheen. En dan is het nat. En dan moet je natuurlijk niet met je vingers aan gaan zitten. En wat je dan doet is je legt het ringetje erop. Oh jee. Is het nou alweer gekocht? Dat ben ik kwijt. Wat is er? Hier zit zo'n dingetje in. Zo, kijk, moet zo erin. Dat is daar niet ergens. Want dat had ik echt netjes bij elkaar gehouden. Nou ja, we zien het wel weer. Het is nu even weg. Is het niet dat? Nee, het is eigenlijk dit, maar dan kleiner. Daar, met die klos, daar lag het in. Misschien is het eruit gevallen. Ja's. Dit is hem. Oh, er zit ook nog een beetje 1 seconde lijn op, zo te zien. Oké, okay, nou, conclusie. We gingen dat dingetje erop doen. En dan leggen we het, wat we als eerste doorheen hebben gedaan, leggen we onder. Zo, hoe dat goed op elkaar drukt. Dan leg je de ene onder. Doe je het pinnetje erin. En met die andere tang, die ik nu dus vast heb. Nou, dan druk je hem gewoon zo in. En het is natuurlijk mooi dat die lijm daartussen zit. Dus dat het eigenlijk niet fout kan gaan met die lijm. Want die zorgt er dus voor dat het helemaal goed aan elkaar hecht. Buiten het feit dat het natuurlijk het ene om het andere weer gebogen wordt. En met zo'n tangetje hoor je dan ook net een klikje. Dus het gaat goed. En dan zit ze erin. En dat zit eigenlijk. Dus je hoeft eigenlijk geen hamer aan te pas te komen op het moment dat je de juiste apparatuur gebruikt. Nou, ik doe het nu allemaal weer gelijk in het goede doosje. Voordat ik het weer kwijt ben. En dat was het verhaal van de eyelet.
Kijk, en dit is eigenlijk veel makkelijker dan een knoopsgat. Het is soort, gewoon een soort knijptang, hè? Ja, het is gewoon een knijptang. Maar het heeft wel van die speciale kopjes. En ja. Eigenlijk die speciale kopjes, die zitten natuurlijk gewoon bij het doosje van je eyelet wanneer je die koopt. Dan is het de bedoeling dat we de tailleband eraan vast gaan stikken. Dus we vouwen hem dubbel met de verkeerde kant op elkaar. En we leggen de voorkanten, de naden op elkaar. Jij gebruikt 1 seconde lijn normaal gesproken, ja, toch? Ja, normaal gesproken 1 seconde lijn. Vervelend ook. Ik heb echt gezocht, maar kon niet vinden. Ik weet wel dat er eentje was gaan lekken. Dus dat die weg is gegooid. Dat is niet heel gek natuurlijk. En zo, hop. Nu stik je hem natuurlijk. Je stikt hem helemaal rond. En wat ik net al zei, is dat die bovenhanden op elkaar zouden moeten passen. Exact. Dus je zou, als het goed is, zonder tussenmetingen van middenachter en zijnaden en dat soort dingen, zou je hem in één keer moeten kunnen stikken. Ik stik dus gewoon, hop, alles in één keer op elkaar, zometeen. En voor de lokkers onder ons, ja, dan kun je natuurlijk gewoon die hele rand in een rits aflokken. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Niet omvouwen en weer doorstikken. Ja, het kan allemaal wel hoor, maar het is allemaal wel weer extra gedoe. Ik weet ook niet of hoe de tailleband er hier op staat met die hele tunnel en alles. Maar ja, ik geef nu wel gewoon echt de makkelijkste uitleg, denk ik. Nou, wil je nog één keer zeggen hoe dat die tang heet? Rustig. Welke? Eyelet, toch? Ja, ik noem dat de eyelet tang. Ik mag geen reclame maken eigenlijk voor het merk. Maar de broekschaatknopjes tang kennen we, hè? Ik denk als jij op een of andere webshop voor fournituren kijkt, dat je de tang al heel snel kunt vinden. Als je gewoon tang in doet. Of nesteltang of zoiets heet het. Of eyelet tang. Maar het werkt echt top. En het werkt natuurlijk niet alleen met die eyelets. Maar eigenlijk werkt het dus met alles wat je meekrijgt. Dus op het moment, of kan kopen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld drukknopen hebt. En je hebt er een bepaald kopstukje op. Wat je er eigenlijk zeg maar in moet slaan. Op dat, je hebt toch altijd in het midden zo'n, van de verpakking heb je zo'n blauw iets zitten. En dan kun je er allemaal dingetjes opklikken. Nou, eigenlijk die bitjes die je erop klikt, zijn ook de bitjes die je exact in die tang kunt steken. Dus daarom heb je die hamer niet meer nodig. Kijk, en het klopt, want ik kom echt precies op de middenachter uit met mijn knipjes van mijn middenachter. Het gaat helemaal de goede kant op. Wanneer doe je daar de sticker in dan? Ja, ik heb hem een stukje opengelaten. Oh, die spel je nou niet gewoon al mee? Nee, maar ik moet zo meteen. Ja, nou luister. Ik heb natuurlijk kleine eyeletjes, dus ik moet zo meteen. Ik denk niet dat mijn paperclip, of hoe heet dat ding? Veiligheidsspeld. Veiligheidsspeld, door die oogjes van die eyelet heen past. Dus ik denk dat ik zo meteen gewoon een stukje open moet houden. Maar als jullie wel een groot genoeg eyelet hebben of een knoopsgat, dan kun je natuurlijk daar gewoon je veiligheidsspeld doorheen laten. Oh, ik dacht dat je die misschien nu al inspelde, zeg maar. Terwijl je dit aan dit spel was. Nee, het is makkelijker om hem erna te doen. Ik pak het volop in mijn spel. Kijk, daarom moet je dus clipjes gebruiken. Ik denk niet dat dit gaat passen. Dan kan ik eigenlijk, mijn ruimtelijk inzicht is wel dusver ontwikkeld dat ik begrijp dat het niet gaat passen. Maar waar ben je dan? Oh, nee, andere kant. Kijk, dit past niet. Dat had ik wel door. Dus ik moet eigenlijk mijn koord al iets eerder doorheen gaan steken. Dus daar moeten jullie even niet op letten, eigenlijk. Jawel, want eigenlijk moeten ze het gelijk met mij doen. Oké, nou. We gaan nu eerst de tailleband vaststikken. En heb je nou ook een kleine eyelet? Dan moet je dus bij de middenvoor zo meteen een klein stukje open houden. Wat?
Hoef je alleen maar een korstje er doorheen te doen? Nee, ook dat elastiek. Maar kijk Sanne, we hebben dit opengelaten. Dus hier kunnen we het zo meteen doorheen jassen. Oh, en dat zit weer ergens anders, dat korstje. Ja, dat korstje moet dus ook weer door die dingetjes. Oh. Dus die komt dan ook weer daarvoor. Oké. Okay. Ja, het is allemaal verwarrend. Hop. En je weet toevallig niet welk nummer dat je dit patroon terug kon vinden. Jawel. Oh. 2013, zevende maand, juli, van Lottelie. En dan patroon nummer 4 is het. Kijk, weet ze gewoon, hè? Ja, Sylvia die denkt precies zoals ik volgens mij. Waarom dat je het elastiek er niet meteen in doet, maar... Ja, kan ook wel, maar dan is het wel allemaal zo gedoe met het stikken. Want dan moet je elke keer heb je ergens een gerimpeld stukje. En zo meteen kan ik hem gewoon doorheen trekken. Dit is ook toch een beschrijving, het zegt. Ja, weet ik niet. Maar als Sylvia het fijner vindt om natuurlijk het elastiek er gelijk op te doen, dan mag dat, hè? Toch? Ja, mag. Ja, van mij mag dat. Is het niet erg? Nee. Dat is juist ook het leuke. Dat iedereen het gewoon echt op zijn eigen manier kan doen. Ja, je kunt het zo gewoon vastspelden natuurlijk. Ja. Nee, je hebt wel iets nodig, want anders zul je weinig broek aan hebben met dit. Ik mag dus niet alles af. Ik mag niet meer tot het begin stikken nu, omdat mijn eyeletjes te klein zijn voor de veiligheidsspeld. Dus anders krijg ik eyelets er niet doorheen. En zou je dit ook kunnen aanlokken? Aflokken, denk ik. Ja, dit kun je ook gewoon met één rits aflokken. Ik zal altijd wel echt een extra stiksel erbij zetten. Want nee, gewoon voor de zekerheid natuurlijk. Wat ik dus nu ga doen, en wat ik net al zei, ik moet dit doen. Oh, hier zit nog een speld in of wat, want het piekt. Maar die zit volgens mij nu in. Oh nee. Ik moet dus eerst mijn... Kijk, het ziet er wel netjes uit toch, Sanne? Kijk nou, ik is nu een beetje breed. Misschien dat hij mij wat groot is. Oh jee, en dan? Ja, dan zal jij hem wel aan. Maar wil je dan de onderkant wel... Komt daar zo'n dingetje in of niet? Valt die los? Nee, kom ook zo in. Nee, maar zo'n beetje rimpel. Nee. Kan dan wel? Ja, kan wel. Maar dat is weer meer werk natuurlijk. Ja, tuurlijk. Een tipje voor het korstje. Ik had ook nog een plakband gezien. Want ik ga nu even eerst het korstje doen. Jullie mogen dat best met me meedoen. Volgens mij hoor je origineel het korstje als laatste doen. Een tipje. Bij mij gaat hij nu heel erg pluizen. Dus wat doe ik? Ik knip even een stukje plakband. En wat ik dan doe is, hop. Ik zorg even dat het uiteinde van dat koordje gewoon weer een beetje klein is. We hebben hier een koordje vast. Nou, daar kun je u tegen zeggen, want het is best wel een brede. Ik weet niet wat heel mooi gaat zijn door mijn eyelets heen. Maar goed, ik heb nog meer koord. Waarom je ook niet een lichte kleur kiest? Voor dit? Ja. Zo, ik lach hem nog. Ik vind zwart zo hard. Nee, is lekker duidelijk. Is het mooi zwart. Ik hou van zwart. Ik zou meer beige of bruin doen, denk ik. Ja. Kijk, het is natuurlijk een stukje open. En wat ik nu doe... is... als het past... ik doe vast één eyelet door... Of één ding doe mijn eigenlijk niet. Sanne, past niet. Ik heb wel een ander koordje nodig. Daar ligt ergens een bak vol met koord. Kun je dat vinden? Of heb je nog iets klaargelegd? Nee, wat? Een bende ook weer. Nee. Daaronder. Die. Nee. Ja, en daarboven heb je ook nog... Dat is gek koord, denk ik, hè? Oh, dat is gordijnkoord. Dat is... Nee, je moet die pakken.
daar zit kocht in. Ja, wel een beetje fatsoenlijker. Oh nee, nee, grapje, hiervoor ligt het gewoon. Het ligt naast je. Dat, die bak. Geef heel die bak maar. Want dan kan ik het zelf uitkiezen. Dat is de bak van de bandjes en de korfjes. Als de stoffenwinkel dicht is, de furniturenwinkel kun je altijd naar mij komen. Nou, ik heb hier wel een dunne. Nou, zal ik dan wit pakken? Ja, of oud. Nee, ik pak wit. Nou, kijk, hop. Ik denk dat je toch zwart moet pakken. Het zit goed met je. Ik heb geen nee, niet met mij. Of wie zegt dat? Oh. Wie zei dat? Wie wou zwart? Ik hou ook van zwart. Kijk eens wel zwart. Ik zei het toch? Ik heb nog zo'n dik koord. Nou, oké. Sorry mensen thuis. De keuze is toch beperkt. Dit was de keuze. Maar goed. Oké, nou, we gaan dus even dat koordje er doorheen rijden. Misschien weten sommigen van jullie al hoe het werkt. Wat ik natuurlijk een mini-mini eyeletje heb gebruikt, is natuurlijk wat lastiger. Het uiteinde was al afgeplakt met plakband. Want daardoor wordt het wel een heel stuk makkelijker. Wat nu wel makkelijk is, is dat ik die veiligheidsspeld pak. Zo. En dat ik, hop, zo even doorheen door dat touwtje heen prik. Kijk, nu moet ik wel zorgen dat dit ook wel een beetje weer aan deze kant blijft. Dus ik doe er even een knoopje in. Weet ik in ieder geval dat hij niet doorheen kan gaan. En dan ga ik even met cirkel mee, helemaal rond, voor dat dingetje. Wat is het? Duurt het te lang? Nee. Wat dan? Zijn mensen thuis niet eens met mij? Ik heb wel allemaal zwart. Nou. En dat past niet. Zie je? Het is toch ook mooi. Zwart is altijd mooi. Sanne houdt van kleurtjes. Kunnen ze nou wel zien wat ik nu aan het doen ben? Natuurlijk. Ja, want het zit zo dichter op die camera. Ja, daarom juist. Ja. Dan zien ze toch goed wat je aan het doen bent. Ja, dat is waar. Kijk zo, hop. Een beetje doorheen doen. En een beetje stabiel. En ik vraag me ook wel af wat voor stoel jullie thuis naaien. Op een, ik heb hier een zadelkruk. En ik moet zeggen, het is eigenlijk wel heel fijn. Ja, maar ja, is het belangrijk dat je op een goede stoel zit? Ja, dat blijkt me. Nee, dat blijkt me weer, want ik heb ontzettend veel last van mijn rug. Ja, ik dag heb weg. Ook last van mijn rug. Nu. Maar ja. Nou goed, ik heb vakantie morgen. Ik heb niks te klagen. Ik moet maar gewoon even doorheen. Komen. Nou, hop. Heel die sluitspeld naar links. Doe je dit ook zo als je elastiek? Ja, doe hetzelfde. Wie heeft een slimme opmerking gemaakt? Honey. Oh, lekker bezig, Honey. Is toch slim? Oh. Nou, ik ben er bijna hoor. Kijk, we gaan gewoon lekker door, hè, thuis. En zo meteen ga ik natuurlijk. Nu heb ik het even langs die onderrand moeten doen. Want ja, ik kon niet anders. Want het past allemaal weer niet. Maar ja. Veel zitten er op een bureaustoel. Oh ja, dat is wel goed. Zit dat lekker? Ja, het ligt er al op een bureaustoel je hebt, hè? Ja, daar heb je ook nog heel veel verschil in. Nee, voor mij is niks. Nee, maar ja. Hij is wel mooi, maar hij is niks. Welke is dat? Oh, heb je. Wel, ik weet niet eens hoe je bureaustoel eruit ziet. Met zebra printje. Oh ja, natuurlijk. Het zal wel weer een dierenprintje hebben. Oh, ja, kijk, hier is ze. Ja. Zo, ik heb hoofd weer heen. Kijk nou. En dan moet ik ook even natuurlijk het ding weer normaal doen. En dan. Hm? Doe je nou? Er zit nog doorheen, dat heb ik net gedaan. Je kijkt zo moeilijk. Ja, ik zie alleen maar touw. Ja, nee, maar komt omdat het nog lang touw is. Kijk, zo. Kijk, dan moet ik natuurlijk op een normale lengte afknippen nog.
Maar goed, dat touw zit er doorheen. Dus nu kan ik bij mij in ieder geval, bij jullie is het als goed is het dicht. Bij mij kan ik eventjes zo de onderkant dichtstikken, want dan kan ik dus de elastieken heel makkelijk weer omheen doen. Zo, dus dicht. Dan zit dit nou in een ander tunneltje dan nou het stiek komt? Of? Nee, hetzelfde. Hetzelfde. Sommige mensen vinden het ook mooi dat ze het even doorstikken. Dat kan, maar dat moet natuurlijk pas aan het einde van de rit doen. Het ziet heel netjes. Kijk nou eens hoe netjes eruit ziet. Ik zou bijna willen dat ik het voor jou zou maken. Dan moeten we natuurlijk nog eventjes meten, het elastiek. Dus, mensen zonder gebruiksaanwijzing, werkbeschrijving bedoel ik weer. Luister even mooi. Je gebruiksaanwijzing zit natuurlijk bij zo'n naaimachine. Maar, of bij mij misschien af en toe, maar niet bij dit. Ja, dit is gewoon een werkbeschrijving. Nee, luister. Even pennetjes vast, hè. Want we gaan weer. De lengte van het elastiek. Die hebben, toch, beschrijf ik niet. Of wel? Weet ik niet meer. Weet ik niet meer. Heb je het net al opgenoemd? Nee, dat was de lengte van de tijband. Maar ze moeten er maar elastiek in. Dat wordt ook allemaal gegeven door de knip. Oh. Dus de lengte van het elastiek. Dan hoop ik wel dat we net de goede... Dat ze de goede bedoelden. Ja, dat moet wel. Want ja, ze als wel specifiek je de werkbeschrijving niet hebt, dan heb je niet alleen de tijband niet, maar ook niet de afmeting van het elastiek. Dus luister maar mee. 34, maatje 34, heeft een elastiek van 68 centimeter. Maatje 36 heeft een elastiek van 71 centimeter. Maatje 38 heeft een elastiek van 74 centimeter. Maatje 40 heeft een elastiek van 78 centimeter. Maatje 42 van 82 centimeter. Maatje 44 van 86 centimeter. En maatje 46 van 90 centimeter. Nou, dat was goed, hè, Lego. Ik kan gerust... Bij de bingo. Kun je ook gewoon een beetje zo meten en zo breed maken? Ja, joh. Kan allemaal. Maar weet je wat het is? Als ik dat zou doen, hè? Ja. Dan zou ik het niet over mijn billen heen krijgen, denk ik. Ja, jongen, dat rekt... Hij rekt toch juist zo mee. Kijk nou, dit is in de 70. Kijk hoe groot het wordt. Het kan nog groter worden, maar ik ben niet groter. Kan makkelijk. Ja, ik weet niet. Jawel. Ik heb wel eens dingen gehad dat ging een beetje stroef in het begin. Ja, maar dan weet ik niet of dat aan jouw billen ligt of aan het elastiek, Sanne. Ja, het is de broek die jij hebt gemaakt. Welke? Oh, die zal wel aan de broek liggen. Nou, hop, die veiligheidsspeld er doorheen. We zoeken weer even dat gaatje op. Waar is het? Oh, hier aan de binnenkant. Nu wel aan de binnenkant. Kijk, nu is het goed gegaan. En we rijgen hem er doorheen. Oh, ja. Dus nu even passen. Een meter meer. Want ik had het geweldige idee om het iets kleiner te maken. Zodat we niet met hem dicht moesten maken. Nou, als mensen nou al veel verder zijn, wat ik ook wel kan begrijpen, want ik heb af en toe natuurlijk eventjes stilgelegen tussendoor, een beetje. Dan kunnen jullie al beginnen met de zoom. Dat is namelijk een hele normale zoom die je eventjes om moet spelden op het aantal centimeters naad je hem hebt gegeven. En dan kun je hem eigenlijk gewoon een enkel stiksel geven. En that's it. Niet verder heel speciaal. Niet heel speciaal verder, moet ik zeggen. Dat is een logische volgorde. Ik heb ook maar zo'n klein veiligheidsspeldje gepakt. Het wordt tijd dat ik hier weer een keer een week niet werk, namelijk ook. Want als ik hier niet werk, dan wordt het altijd een beetje voor me opgeruimd. En nu ben ik alles alweer een beetje kwijt. Omdat ik dan werk en dan ligt het weer overal en nergens. Foekje is bij de kruisnaad. Oh, nou Foekje komt goed toch? Ze doet wel mee deze keer. Ja, dat vind ik top. Want heel vaak moet ze werken of zo, toch? En kijk, dat ze doet de volgende dag. Ja. Nou dan. Geen paniek op Foekje. Kom als goed is ook weer online. Kijk, vorige week was het filmpje uiteindelijk niet zo charmant. Want we kijken natuurlijk al die reacties van onder. Het
beeld gaan naar boven. Dus je ziet eigenlijk niet op het schermpje wat er allemaal aan de onderkant gebeurt. Buiten dan de teksten die je binnenkrijgt, omdat het natuurlijk een live dingen is. Nou, dus uiteindelijk moesten we nog het een en ander editen. Want ik heb ook gezegd, luister, ik ga niet als... kan ik dat zeggen? Waarschijnlijk niet. Ik kan niet als mevrouw bij het bezig, wou ik eigenlijk zeggen op YouTube. Want dan zie je allemaal ads. Nou ja, zeg je dat? Het is gewoon niet zo netjes natuurlijk. Dus toen duurde het wat langer voordat het erop kwam. Want het ging allemaal niet vanzelf. En dan moet je dat weer allemaal in van die bewerkingsdingetjes. Moet je dat allemaal weer kroppen en weet ik veel wat. Maar goed. Maar in ieder geval wat ik gewoon wou zeggen was dus dat we... dat het allemaal gewoon weer op YouTube komt. En in de toekomst, met al die nieuwe apparatuur, kun je het dus gelijk op YouTube zien. Dus nu weet ik niet of dat dan ook kan, maar ik denk dat je dan ook gewoon gelijk terug kan spoelen. Zou het niet? Weet ik niet. Moet je anders kijken als iemand nu live gaat op YouTube? Of je dan gelijk al terug kan spoelen. Want dan kun je mij namelijk gewoon de hele tijd terugspoelen. Nadeel van wat dan wel is, is dat je mij ook niet hoort ouwe horen. Dus mocht ik een keer iets zeggen en heb je een vraag op dat moment eigenlijk, dan ben je alweer een beetje te laat in de livestream. Zeg toch goed dan? Ja. Ja, ik ben een pratend breid, ik lijk. Meestal wel, ja. Ik heb net een kleine veiligheidsspeld. Ik heb er nog warm van gekregen. Ik vind het werk niet dus. Ja, dat doet toch iedereen met jou mee. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat er nog velen mogen volgen die het nog na gaan doen. En denken, nou, we kijken Lotte wel lekker op een rustig tijdstip. Want zijn er altijd mensen die in de les echt het hele kledingstuk afkrijgen? Daar ben ik wel eventjes benieuwd naar. Ja, we hadden er iemand, maar die deed stiekem altijd vooraf al, volgens mij. Ja, Ellie. Nee, maar ook iemand, Danielle, zeg ik dat goed? Die zie ik altijd dezelfde avond nog, heel vaak, al het eindresultaat erop zetten op internet. Dus die gaat ook gewoon lekker mee. Lekker steady. Lekker steady. Oké, nou, ik heb dus mijn hele elastieke doorheen. Ga je hem direct ook passen of niet? Nou, wauw. Dat weet ik eigenlijk niet. Ze zijn benieuwd naar het eindresultaat. Oh, de vloer. Kijk hoe die eruit ziet. Ze zit helemaal vol met draadjes. Nou, dat maakt trouwens mij niet uit. Is het een beetje... Ja, maar als jij hem aandoet, dan hoeft de vloer toch niet in beeld? Ja, maar je moet toch zeker... Want ga je alleen maar de bovenkant filmen dan? Ik kan toch gewoon op tafel gaan liggen? Ja, dat zit goed netjes. Oké, uiteinde van dat elastiek... Leg je dus op elkaar. Ik heb 1 centimeter naad geknipt. Oh, dat heb ik niet verteld. Ben je nou de naad vergeten te knippen, dan leg je dus de elastiek tegen elkaar en dan zigzag je hem aan elkaar vast. Dus dat is tip 1. Dus ben je je naad vergeten te knippen, geen probleem. Tegen elkaar aanleggen en aan elkaar vast zigzaggen. Ik ben mijn naad niet vergeten, maar wel vergeten tegen je te vertellen dat je dat moest knippen. Maar goed, dan kun je gewoon een vierkantje of zo maken. Ja. Ik doe altijd een beetje een dotje. Kijk ik ook uit hier. Dan denk ik, laat ik hem nog eens een keer omdraaien. Zo. Oh, Sylvia vroeg toen straks ook nog of dat ik weer terug was. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe snel dat ze hier alles hebben geïnstalleerd. Het was niet de bedoeling eigenlijk. Nee, het was een beetje het dingetje. Apparatuur was wel besteld, maar niet op de naam van knipmode, maar op de naam van degene die besteld. Dat is helemaal niet erg. Alleen was niet in de gelegenheid om het pakketje aan te nemen. En ja, sommige pakketjes mogen natuurlijk niet aangenomen worden door iemand die niet op het pakketje staat. Dus ze werden weer teruggestuurd. En toen duurde het eigenlijk, moest alles weer opnieuw besteld worden. En dat is, nou ja, want het werd natuurlijk gewoon teruggestuurd. Maar, dat is niet zo erg, maar tegen de tijd dat het hier weer is, ben je weer een paar weken later. Dus vandaar dat het allemaal een beetje vertraging heeft. En natuurlijk al die vakanties erbij. En iedereen moet ook lekker op vakantie gaan. En nu ben ik ook weer op vakantie. Dus nu lukt het vanuit mijn kant weer niet. Dus ja, we blijven lekker bezig. Nou, dat elastiek zit erin. Ik ga gelijk even dat ding dichtnaaien.
maak een knoopje en dat doe ik gewoon met de hand. Zou ook vast en zeker op een andere manier kunnen. Maar ik doe gewoon zo'n tunnelsteekje. Die heb ik al vaker voorgedaan. Want wat je doet is je rijdt gewoon door een tunneltje heen. En je steekt over exact op dezelfde plek waar je uit het andere tunneltje komt. Je kan natuurlijk gewoon met elke handsteekje kun je die tailleband dichtmaken. Het zit natuurlijk aan de binnenkant. Als het goed is, ziet niemand het. Komt niemand het te zien. Of je moet je broek binnenstebuiten ergens laten liggen. Horen die mensen dat thuis ook? Strijkijzer wil wakker, denk ik. Nou ja, zeg. Het is wel eng, eigenlijk. Nou, hop. Knoopje erin. Zit er niet gewoon te weinig water in? Nee, dat heb ik pas met pijp gevuld. Nee, er zit genoeg water in. Oké, nou, top. Zit dicht. Niks meer aan doen. Misschien kom ik al een keer mijn Lotte meenaaien. Het zou wel gezellig zijn. We hebben wel een grote tafel nodig, maar dit werkt natuurlijk niet. Ik heb hier al te weinig ruimte. Een tip voor de mensen thuis waarvan het elastiek altijd omdraait. Span het even goed aan. Zet op alle punten een speldje. Dus bijvoorbeeld, ik doe deze zo. Zo bijvoorbeeld middenachter zet je een speldje. En naai het op de middenachter even vast. Maar zorg natuurlijk wel dat je je kort niet mee vastnaait. Ja, misschien op de middenachter kan het wel. Maar wil je nou dat het heel mooi rond drapeert, dan zet je natuurlijk alleen even ergens waar het kort niet komt een klein steekje. Om je elastiek vast te zetten. Nou, we gaan er even de vaart op zetten. Een kortje mag ook wel wat kleiner, want... En we gaan natuurlijk zo omvouwen. En ik weet niet of jullie ook het knipje hebben gezet waarbij de naadtoeslag verandert. Maar dit zorgt ervoor dat je helemaal rondom exact de goede zoom gaat stikken. Dus ik vouw hem eerst om op de knipjes bij de naden. Zo, en dan vouw ik hem verder om. En vaak gaat het al vanzelf. Mocht je nou uiteindelijk ongelijke broekspijpen hebben omdat je het niet goed hebt geknipt, dan is het natuurlijk geen probleem. Want juist door die streepjes, die knipjes die je bij je zijnaden hebt gezet, weet je waar je uiteindelijk moet eindigen. Dus dan weet je ook dat alles daartussen kun je natuurlijk gewoon een beetje uitmeten. Eén broekspijp en bij die andere gaat natuurlijk precies hetzelfde. We hebben ook knipjes op dezelfde plekken gezet. Dus. Mocht je nou zoiets hadden als ik van, nou ik vind het eigenlijk wel heel mooi om geen stiksels te zien, dan kun je hem natuurlijk ook gewoon met de hand blind afzoomen. Houdt mijn batterij het eigenlijk steeds vol? Ik denk het. Misschien zo niet, denk ik. Ja, normaal gesproken hebben we wekelijks live naailes. Maar gaat dat straks ook nog elke week zijn? Of weet je al of er iets verandert daarin? Na de corona, of wat? Ah ja. In het algemeen? Nou ja, later in het seizoen misschien. Dat misschien minder... frequent wordt, ik weet het niet. Nee, volgens mij wordt het wel, blijft het wel wekelijks. Ik weet alleen niet of de invulling hetzelfde blijft. Of we elke week een nieuw kledingstuk naaien. Of dat het misschien ook dat het meer een soort ook. Ik stik nu bezoomd trouwens. Dat het een soort ook een beetje huiswerk iets wordt. Dus dat je bijvoorbeeld. Ja, ik
ik speculeer nu alleen maar. We moeten nog gewoon zoveel op de redactie hierover gaan nadenken en brainstormen, wat is leuk. Maar dat we bijvoorbeeld een wat moeilijker model gaan stikken, iets met een gulp. En dat we dan ervoor kiezen dat ik 1 week de gulp uitleg in een filmpje. Dus dat je de gulp kan oefenen en aantekeningen kunt maken. En dat ik de week daarop bijvoorbeeld zeg als huiswerk, je moet de gulp alvast gaan stikken van het model van de lijfnaaides. Dus dan kun je het moeilijkere nummer... Een moeilijkere model kun je natuurlijk niet behandelen in 1 naailes, want dat red je gewoon niet qua tijd. Maar op het moment dat je de gulp natuurlijk van tevoren stikt, kun je weer wel zoiets behandelen. Dus dan wordt het in een soort huiswerkklas variant. Maar nogmaals, dat moeten we echt helemaal nog allemaal over gaan hebben. Want nou ja, het begon allemaal met een corona-ding. Dit zo live te gaan doen, maar het is een beetje uit de hand gelopen. Dus ja, nu blijven we dit doen, zolang ik weet. En ook nu heb ik trouwens de zoom weer niet gestreken. Ik strijk pas de zoom op het moment dat hij af is. Hij is al heel ver af, hoor. Ja, ze blijft eigenlijk dus. Ik stik nu de andere zoom. Zijn er nog vragen? Want ik ga nu ondertussen zo meteen even dit alweer strijken. Ja, of de zoom met een enkele omslag wordt gestikt. Ja, als jij een niet rekbare stof hebt, kun je het met een enkele omslag stikken. Moet ik heel dat ding aandoen of is dat niet nodig of wel? Willen mensen dat echt zien? Weet ik niet. Het is veel te groot voor mij, denk ik eigenlijk, eerlijk gezegd. Het is hem. Ja, dat zie je natuurlijk niet als je zo'n lieve camera hebt staan, Sanne. Geen mens ziet dat. Nee, dat is lopie. Maar volgens mij moet je hem ook gewoon aantrekken. Oh, moet ik wel weer even uit beeld dan. Zijn we nou echt geen enkel stukje? Zijn we het een beetje? Ja, weet ik niet. Zal wel niet. Die zijn toch thuis ook aan het werk? Die weten ook gewoon wat wel wat voor een band het kan zijn. Dat je gewoon gelijk in een prullenbakje misschien. Nee, dat is niet iedereen. Oh. Zie je dit altijd? Oh ja, nee, ik kan nu meekijken. Jij kan het ook, Fokja. Komt goed. Ik wil van jou ook een foto zien dan.
denk ook echt eigenlijk dat... Kijk, nu hebben we weer rond de... Oh, kijk, nu ben ik aan het omkleden. En nu komen, komen de kijkers erbij. Hier, kijk nou. Kijk ons. Oh. Maar... ik wil ook een foto van Fokje dan. Graag gedaan, Marta. Ja, ik trek natuurlijk die schoenen niet uit. Hallo. Nou, ze stoot de hoofd niet, maar ik weet niet wat ze wel doet. Nee, vorige week stoot de Anneloes de hoofd. Ja, dat hoorde ik. Dat is niet normaal. Die heeft ook een hard hoofd. Ja, want die is voetballer gewend, hè? Ja, nou ja, die zit meer op de... Nee, dat mag ik niet zeggen. Anneloes is een goede reservespeler. Vindt nooit erg als ze op zondag moet werken. Nou, hij zit eigenlijk best prima. Oké, Sanne. Ik ben er maar. Ik kan nou niet meer draaien, natuurlijk. Zo, je kan toch gewoon van dichtbij dat doen, of niet? Ja, ik heb je al in beeld. Echt? Zit je ook al die lamp mee te doen? Sanne, denk nou eens na. Ja, wat? Nou, dit is ze. Dus kijk ik toch alleen maar naar de broek, niet naar de... Ja, dat denk ik. Ja, iedereen zit nu thuis aan die vloer en die denkt, wat is dit nou weer voor een rare plek? Kijk, een mooi zakje. Je moet hem nog wel een beetje strijken. Ik denk dat dat wel een beetje een strijkbroekje gaat worden. Zo, hij valt ook lekker losjes. Nou, ja, maar er zitten wel foutjes in. Waar? Zie je? Oh, hier allemaal, hè? Ja. Dat is waar. Hij is wel vrij wijd, maar... Ja. Nou, is het goed zo? Ja, gaan we naar de achter. Ik ga naar de achterkant. Nee, naar achter bedoel ik gewoon. Naar daar, hè? Ja. Ja, was een tijd hoe dat ook weer kwam. Oké, nou. Nogmaals, bedankt dat jullie er weer bij waren. Dan moet ik even weer afsluiten natuurlijk. Volgende week zijn we er dus niet bij. Hou onze Facebook in de gaten voor welk patroon we bij mijn terugkomst weer gaan naaien. En gaat hij mee op vakantie? Ja, ik heb hem niet afgewerkt, maar ik denk dat hij er wel mee door kan, toch? Ja, bij ons is alles te lang. Ja, maar het is wel mooi. Ik vind te lang ook altijd wat mooi. Ik heb ook altijd hogere schoenen. Meestal zijn mijn zonen ook wel 4, 5 centimeter. Maar, wat ging ik nou vertellen? Of die meeging. Oh ja. Ja, ja, ik denk het wel. Nou, luister, eerst zouden we met het vliegtuig gaan. Dus we hadden in Griekenland al in ons winkelwagentje zitten. Bijna, zo goed als. En ja, toen werd het dus code oranje. Dus toen gingen we natuurlijk niet meer. Nou, nu gaan we kijken naar waar we nog wel eventjes rustig naartoe kunnen rijden. En dat is dus Italië. Maar het grote voordeel is dat je geen koffer nodig hebt. Dus dat je gewoon alles mee kunt nemen. Kijk, en mij maakt, ik vind het helemaal top. Maar mijn vriend die zit altijd met zijn handen in het haar. Want ja, hij mag alles weer lekker naar de auto sjouwen, inruimen, uitruimen. Dus het is altijd feest. Maar goed, oké, genoeg. Bedankt dat jullie erbij waren. Ja, tot over 2 weken dan, hè. Oh, ik weet nog niet wanneer het introductiefilmpje online komt van het volgende modelletje wat we gaan naaien. Maar je moet gewoon goed Facebook in de gaten houden en dan ben je helemaal bij. Dus, heel veel succes en... Ik wil ook jullie broek zien. En zeker die van jou, Fokje. Ja. Maar ze was al best ver bij de kruisnaad. Dus die krijg je nu gewoon af. Nee, dat was Fokje. Oh, Fokje was bij de kruisnaad. Ja. Maar misschien dat Fokje dan wel kijkt vanavond en morgenavond. Kan. Ik weet het niet. Nou, ik wil het allemaal zien. We zullen het zien. Bedankt dat jullie erbij waren. En tot over 2 weken.